Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij Duurzaam Gebouwd, bij alweer een webinar online met een groot aantal sprekers en ook kijkers. Welkom, mijn naam is Isbrand Visser, ik ben redacteur bij Duurzaam Gebouwd en samen met mijn collega Marvin van Kempen, die op de achtergrond het verslag voor u gaat maken, heten we u van harte welkom bij een volgepakt webinar, ik zei het al, met hier het programma van vanochtend. We hebben 133 sheets te gaan, dus zet u schrap met een zestal sprekers. Zometeen beginnen we, en dat is natuurlijk heel fijn dat we liefst drie proeftuinen van aardgasvrije wijken aan boord hebben. En we beginnen met Berkum in Zwolle, daar gaat Timo Veen het nodige over vertellen. Vervolgens komt de adviseur van Touw, Alida Verheus, aan bod, die heel veel weet over en die aardgasvrije wijken en de energietransitie, pardon, de warmtetransitievisie, waar gemeentes zo mee bezig zijn. En dan komen we natuurlijk uiteindelijk toch weer terug in die wijken. Dan gaat Arjan Boer vertellen hoe je ook op andere manieren aardgasvrij kan worden en de energietransitie kunt bewerkstelligen. En we gaan tenslotte naar de gasunie en naar, jawel, waterstof, om te kijken of die oplossing nuttig is in die hele transitie en in het kader van de aardgasvrije wijken. En heel fijn is dat we dan ook twee kerstverse proeftuinen hebben die op waterstof proberen over te gaan. Ik zei het al, dat zijn Goeree Overflakkee en Hogeveen. En in de personen van Esther Slech en Kees Boer zullen zij gaan uitleggen hoe dat daar in zijn werk gaat. We hebben ongeveer zo'n 25 minuten per presentatie voor u klaarstaan. En in de chat rechtsonder kunt u uw vragen stellen. We zullen proberen die mogelijk aan het eind van de presentatie er nog in te fietsen. En anders in het laatste kwartier, vanaf 11:45, kunnen we nog wat dieper ingaan op sommige vragen die zijn blijven hangen. We vragen u allen het geluid uit te zetten. We hebben de sprekers inmiddels aan boord. En de eerste zit ook al voor u klaar. En dat is dan bijna een buur, want Duurzaam Gebouwd is gevestigd in het noorden van Zwolle, in de wijk Berkum. En daar komt ook Timo Veen vandaan, die al jarenlang daar aan het trekken en shoren op een goede manier is aan die aardgasvrije wijk. En sinds kort, hoera, ook nog 4 miljoen subsidie heeft gekregen om daar wat meer aan te gaan doen. Timo, aan jou het woord, trap maar af. Nou, dankjewel. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben en zichtbaar ben. Heel goed, dankjewel. Mijn naam is Timo Veen en ik ga jullie meenemen in de wijk Berkum. Berkum is een van de 17 wijken in Zwolle en ik zal dat straks ook nog wel iets nader duiden. Wat ik vooral wil doen vandaag is om te kijken van hoe werk je nu aan draagvlak, acceptatie en participatie. Dus ik zal wat minder op de techniek ingaan. Ik zal jullie meenemen in de omvang en de opgave die ligt in de wijk Berkum. Maar ik zal wat minder ingaan op de techniek en op de waar we op voorsorteren ook in de wijk. Maar veel meer de lessons learned die wij inmiddels hebben opgedaan met vallen en opstaan. Sjorren, zoals dat net zo mooi al genoemd werd, sleuren en sjorren. Want we zijn al een tijdje onderweg. En ook daar neem ik jullie graag in mee. Nogmaals, mijn naam is Timo Veen. Mochten er vragen zijn, bel of mail me. En dan probeer ik die ook zo goed mogelijk te beantwoorden. Mij lukt het niet om tot aan het einde van dit webinar te blijven. Dus ik zal straks weer uitstappen. Vandaar dat het misschien handig is om eventueel per mail contact te leggen. Nou, heel blij. Laat dat helder zijn dat wij vorige week, twee weken geleden geselecteerd zijn als een van de 19 wijken in Nederland. Hier is zeg maar het kaartje van Nederland, een beetje schematisch. Alle witte stipjes, dat zijn de nieuwe aardgasvrije wijken die in de zogenaamde tweede ronde zitten. En de oranje stipjes, dat zijn de aardgasvrije wijken, de proeftuinwijken, die in de eerste ronde in 2018 zijn geselecteerd. Nou, de pijl staat op Zwolle. Vanuit Overijssel zijn er in deze tweede ronde twee wijken geselecteerd, Zwolle en Deventer. En in de eerdere ronde was dat Hengelo. En als ik met mijn muis over het beeld ga, zien jullie dat denk ik ook. Hengelo in het Twentse, Deventer en Zwolle. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. Ook in de eerste ronde hebben we meegedaan. Toen zijn we niet geselecteerd en nu wel.
En ik neem jullie ook graag mee dat we al een tijdje onderweg zijn. Ik denk dat dat ook erg heeft bijgedragen, ook zeg maar voor het ministerie, voor de selectiecommissie, om nu wel naar Berkum ook te kijken, serieus te kijken om te selecteren. Doordat we ook al een behoorlijk stuk ervaring hebben opgedaan met dingen die goed gaan, maar ook dingen waarvan we zeggen achteraf. Maar dat is natuurlijk altijd met proeftuinen of met experimenteren. Achteraf hadden we het misschien anders moeten doen. In 2017, toen hebben we een aantal, ik noem het maar een beetje plagend, misschien ook een aantal instituties bedacht van, nou, wij willen ervaring opdoen met aardgasvrije wijken. Wat kom je dan tegen? En die instituties, onderin kunt u allemaal de logo's zien, onder andere de provincie, gemeente Zwolle, netbeheerder, aantal bedrijven, Unica Rabobank, woningbouwvereniging, scholen. Die hebben gedacht van ja, wij willen ervaring opdoen, want wij zien die ontwikkeling aankomen. Hè. Dus het Parijsakkoord was getekend, we gaan naar aardgasvrij, wat betekent dat? En de eerste leerervaring is gelijk al, en dat is ja, eigenlijk zo'n intrappetje, van wat vinden de wijkbewoners daar nu van? Dus zeg maar in 2017 hebben al die instituties dat bedacht. En in voorjaar 2018 kwam eigenlijk het inzicht, ja, wat vindt de wijk Berkum daar nu van? Nou, en dat is ook de reden geweest dat de wijkvereniging en de voetbalvereniging, dus een hele actieve voetbalvereniging in deze wijk met heel veel leden, ook zijn aangehaakt. Dus vanaf 2018, bewoners, overheden en bedrijfsleven die samen optrekken. En dat maakt ook gelijk de eerste leerervaring, want ja, mijn ervaring is om vanuit een driehoek te werken. Dit is zeg maar even de driehoek, gemakshalve. Ik hou maar van simpele plaatjes. Dus overheid, bedrijfsleven, inwoners. Die hebben op een of andere manier zijn ze tot elkaar, hebben ze een verhouding tot elkaar, laat ik het zo noemen. En in mijn overtuiging, en dat is zeg maar wat ik nu zie in Berkum, maar ook in andere projecten die ik draai, is daar waar je het hebt over grote thema's. En grote thema's, dat zijn voor mij energie, water en voedsel. Dat zijn de wereldwijde problematieken waar nieuwe wereldoorlogen over zullen gaan. Voedsel, water en energie. En geen van deze drie partijen kan dat alleen oplossen. Althans, dat is een overtuiging voor mij. Of in ieder geval een stelling die ik nu maar naar binnen breng. Dus betekent, als je kijkt naar energie, want daar is het vraagstuk waar we nu mee bezig zijn, dat die overheid, inwoners en bedrijfsleven op een of andere manier moeten gaan samenwerken. Kijk ik dan weer naar Berkum, dus ik maak het weer even klein, dan voelden we daar spanning op. En dat is, we voelden de spanning op, want vooral toen de wijkvereniging en de voetbalvereniging, toen zeg maar de inwoners aan tafel kwamen, toen vonden ze toch, ja, ik zeg het maar wat direct, maar ze vonden het toch ingewikkeld dat zeg maar commerciële partijen in de vorm van Unica en Rabobank aan tafel zaten. En ik heb geen oordeel daarover, het is niet goed of fout, maar een eerste les die wij geleerd hebben van hoe ga je nu in die driehoek tot een organisatie komen, tot een governance verhaal waarbij zowel overheden, bedrijfsleven als inwoners samen gaan optrekken. Nou, hebben we ook nog steeds geen goed antwoord op. Dus vanaf 2018 is dat toch eigenlijk al een vraagstuk waar we mee worstelen. Dus dat was een eerste les. Dan ga ik even terug naar de wijk Berkum. Berkum, een wijk in Zwolle. Ik weet niet hoe goed jullie bekend zijn, maar als je vanaf Amersfoort, dan kom je hier zo aanrijden, richting Zwolle gaat, ga je door Zwolle. En dan op een gegeven moment ga je Zwolle weer uit. En dan zijn hier twee markante gebouwen, dat is de Van der Valk en dat is IKEA. Dus hier is het grote industrieterrein, Hessepoort. En net voor de Hessepoort ligt een woonwijk aan een riviertje, de Vecht. Nou, en in die woonwijk, dat noemen wij Berkum, gescheiden door de snelweg die daar dwars doorheen loopt. En wat de opgave is, of de uitdaging is in Berkum, of was eigenlijk, is iets in de tijd al veranderd, is om deze wijk energie neutraal te maken. Gemakshalve betekent dat je... Oké, ik zie dat de muis niet zichtbaar is. Dat geeft niet. Dan moet ik het even meer uitleggen. Dus aan de rechterkant kom je vanaf Amersfoort. Je ziet zo'n wit streepje midden door de kaart lopen. En aan de rechterkant ga je naar de Hessepoort, zeg maar industrieterrein richting Meppel, Groningen, Leeuwarden, zeg maar naar het noorden toe. Terug naar het... naar de opgave. Er is een energie-neutrale wijk. Wat betekent dat we evenveel energie verbruiken als dat we opwekken.
Ja, dus de muis is voorbij. Tenminste, ik kijk ook af en toe half in de chat. Even kijken, dan hebben we de kengetallen van Berkum, want waar hebben we het over? We hebben het over 2000 woningen. Dus een mooie mix tussen koopwoningen en huurwoningen. Dus zeg maar 1500 koopwoningen, 500 huurwoningen, waarvan 300 in de sociale verhuur en 200 in de commerciële verhuur. De meeste appartementen. Rond de 4000 inwoners. De gemiddelde leeftijd is net wat hoger in deze wijk. 50 bedrijfsgebouwen zitten in de opgave. Nou, IJsbrand noemde die net al zo mooi, hè, onze dagvoorzitter, dus ook duurzaam gebouwd, zit in een van deze bedrijfsgebouwen op een bedrijventerrein. Energieverbruik, woningen en bedrijven samen. Nou, jullie kunnen het meelezen. En het verbruik, 75% particulier en 25% zakelijk verbruik. Dus dat is zeg maar de opgave. Willen we naar energie neutraal, dan moeten we dat in evenwicht zien te krijgen. Hoe zijn we aan het verbruik van de bedrijfsgebouwen gekomen? Ik zie een vraag voorbij komen. Dat hebben we gedaan via de gegevens die we van Enexis hebben ontvangen en via de klimaatmonitor. Even kijken, uitgangspunten. Uitgangspunten zijn, en dat past ook heel mooi nu bij de proeftuin die we hebben ontvangen, de proeftuin Aardgasvrije Wijk, is dat we in ieder geval een leer- en ontwikkelomgeving zijn, de tweede bullet. Wijkbewoners en partners trekken samen op, gaan we ook samen vormgeven aan de route. En dat betekent ook dat het niet alleen aan beleidsmakers is, of alleen aan bedrijven, of alleen aan overheden om aan te geven hoe die route eruit ziet. We doen dat nadrukkelijk met wijkbewoners en in alle projectgroepen, of de deelprojecten, of geef het een mooie naam, daar zit ook steeds weer wijkbewoners bij in. Nou, voor mijzelf, ik ben projectleider van dit project, ik ben ook wijkbewoner, dus ik woon ook zelf in de wijk. Dus ik zeg altijd maar, als ik ook met de honden op de dijk loop, dan spreken mensen mij er ook op aan. En dat maakt het natuurlijk altijd heel bijzonder, dat het dan ook gelijk in het echtje is, hè, dicht bij huis, waarbij ik als professional bezig ben, maar ook in mijn eigen wijk dus deze ontwikkeling meemaak. Eerste wijk in Zwolle om ervaring mee op te doen, betekent dat de andere 17 wijken ook nog gaan volgen in Zwolle, en waar ook verschillende routes zullen zijn. Even kijken, energie-neutrale wijk. Ik zie een vraag van Mark voorbij komen. Alle opwek E en W binnen de begrenzing van de wijk, klopt. Dus wij gaan kijken of we in theorie gaan we kijken of we alle energie die we nodig hebben ook in de eigen wijk kunnen opwekken. En dat wordt een geweldige uitdaging. Ik kom daar straks nog wel even op terug, Mark. Even kijken, en wijkbewoners werken op vrijwillige basis mee in die verschillende deelgroepen. Dan nog steeds gemakkelijk, denk ik maar, is om op papier plannen te maken. Dat hebben we ook in Berkum ontdekt. Dus we hebben heel veel plannen gemaakt, heel veel analyses gemaakt. Dus dat kun je ook links op de foto zien. We hebben 12 modelwoningen, dus waar veel kopieerbare woningen van zijn in de wijk. Hebben we geanalyseerd, er zijn scans gemaakt, we hebben gekeken naar labels, je ziet allerlei kleurtjes, we weten wat bezit is van de koopwoningen, bezit van de woningbouwcoöperatie, van welke woningbouwcoöperatie. Je kunt te kust en te keur gaan om allerlei data boven tafel te krijgen. Nou, dan kun je mooie grafiekjes maken, enzovoort, enzovoort. Nou, dat hebben we ook gedaan, dus we hebben een wijktransitieplan. Dat is nog niet het wijkuitvoeringsplan in de zin van transitievisie warmte en daar zeg maar het wijkuitvoeringsplan onder, maar volgens mij zit er al heel veel in. Behalve nog de keus van het wijkenergiesysteem, daar kom ik later op terug. Dus het wijktransitieplan, een rapport, en hierin staat eigenlijk de route zoals wij denken als projectteam, waar we dan zeg maar in 2018, begin 2019 aan hebben gesleuteld, wat dan de route is om te komen tot een energie-neutrale wijk, inclusief al die opwek binnen de eigen grenzen. Kortweg hebben we daar drie sporen in ontwikkeld. We zeggen, we hebben een realisatiestrategie langs drie sporen. 1, verduurzamen van woningen en gebouwen. En dat betekent dat we de energievraag fors terug willen brengen. Uit die analyse, dus uit dat wijktransitieplan wat we hebben liggen, weten we dat we gemiddeld 30% energie kunnen besparen op de gebouwde omgeving. Vervolgens, dus en energie die je niet opwekt, niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. Nou, haha, dat stappen we allemaal. Dat is natuurlijk wel een belangrijk gegeven. Het betekent dat de energie die we dan nog nodig hebben, collectief zouden moeten gaan opwekken. Kan deels op eigen dak, dat noem ik niet collectief. Dat past bij ons meer onder het eerste spoor met verduurzame woningen. Dus daar waar je zonnepanelen op je eigen dak legt,
vinden wij in onze definitie horen bij verduurzame eigen woningen. Wij kijken bij collectief opwek, vooral naar collectieve systemen, zonder wij dus windmolens om energie mee op te wekken. Nou, dan kom ik ook al een beetje op de vraag van Mark. Die zegt, ja, kun je dat allemaal in je eigen wijk? Nou, daar zijn we ook achtergekomen dat dat niet lukt. Windmolens mag niet, dus daar zitten we met het bestemmingsplan. Windmolens sowieso ook al ingewikkeld, hè, dat zien we ook elders natuurlijk. Dus dat zal betekenen, daarom tekende ik net ook even in dat eerdere plaatje de Hessepoort. Als je de Hessepoort in Zwolle hebt, net daarboven zit zeg maar het energiepark van Zwolle, noem ik het maar even gemakshalve. Daar is een zoekgebied voor windmolens en zonnevelden. Dus dat is relatief dicht bij de wijk, maar we komen erachter dat dat niet in de eigen wijk gaat lukken. Collectief opwekken met een aantal zonnevelden met beperkte omvang, zeg maar een aantal hectares, keer tot 10 hectare, dat zou binnen de grenzen nog wel moeten kunnen lukken. Maar het niet dat dat natuurlijk inpassing vraagt. Maar dat zal ook helder zijn. Tot slot, laatste in deze realisatiestrategie is dus de keuze van het wijkenergiesysteem. En dat vraagt van ja, hoe gaan we onze huizen verwarmen? Dus aardgas gaat eruit of dat gaat verdwijnen. En hoe gaan we de woningen verwarmen? Nou, ook dat voor de meesten denk ik bekend. Het zijn eigenlijk 4 systemen waar we vaak over hebben. Dat is of een warmtenet. Die worden weer verdeeld in een middentemperatuur of laagtemperatuur warmtenetten. Je kijkt naar een all-electric wijk, dus je gaat alles elektrisch doen. Je gaat het met alternatief gas doen, waterstof. Nou, daar worden jullie straks ook heel erg in verwend met Goeree, Overflakke en met Hogeveen. Dus gas eraf en waterstof erop. Kan eventueel ook met biogas, groen gas. Of een hybride variant. En hybride is in mijn ogen dat je zegt van nou, in het voorjaar, zomer en in het najaar, dan ga je het met een luchtwarmtepomp doen. Dus dan ga je een beetje naar de all-electric variant. En wordt het nog weer eens koud in Nederland, die paar dagen dat het echt koud is, dan ga je het met alternatief gas bij verwarmen. Betekent dat je het aardgasnet laat liggen en dan ga je dan of waterstof of groen gas, misschien later een keer een ander gas injecteren. En zo ga je aardgas uitfaseren. En de rest ga je met luchtwarmtepompen of eventueel aardwarmtepompen oplossen. Inmiddels weten we dat all-electric niet haalbaar is voor de wijk. Alleen na een alternatief gas ook niet. Dus op dit moment wordt nog verder gestudeerd op een warmtenet. Of op een warmtenet middentemperatuur. Of op een of op de hybride variant. Ik ga jullie meenemen in de theorie naar het EGI, noem ik het altijd maar, dus naar de praktijk. Dus hè, dit is allemaal nog goed te doen. Nogmaals, heel veel analyses heb je kunnen maken, mooie rapporten hebben kunnen schrijven. Maar nu op een gegeven moment moet je dat vertalen naar de praktijk. Nou, daar zijn we inmiddels druk mee bezig. Zijn we nu meer dan een half jaar onderweg dat we ook echt in de praktijk dingen doen. En wat daarin opvalt, en dat, ja, het is allemaal weer zo simpel, maar toch geef ik het jullie mee in de ervaring. Als je het hebt over verduurzamen, dan betekent dat er geïnvesteerd gaat worden in de woningen. En dat is of zwaar investeren, dat er heel veel gedaan moet worden, of licht investeren, maar er moet geïnvesteerd worden. Kijk je naar het wijkenergiesysteem, dat is een indicatie in hoeverre je de woning moet gaan verwarmen, of gebouwen moet gaan isoleren om te kunnen verwarmen. Dus de mate van isoleren hangt af van het wijkenergiesysteem. Ga je naar een all-electric oplossing, of ga je naar een warmtenet met laag temperatuur, betekent dat die woningen behoorlijk goed geïsoleerd moeten worden. Voor de oudere woningen, ook in onze wijk, is dat een behoorlijke opgave. De laatste woningen die zijn ongeveer van 2000 en de rest is allemaal ouder. Wijkenergiesysteem, warmtenet, zit een bepaalde afhankelijkheid in. Voor bepaalde mensen speelt het ook mee. Kijk je naar collectieve opwek, en dat heeft altijd weer invloed op de omgeving. Want je betekent dat je of met zonnevelden wat gaat doen, of met windmolens, en dat heeft invloed op de omgeving. Dus alles, dus de vertaling van papier naar het EGI, heeft altijd invloed op de inwoners van de wijk. Waarom ging all-electric wijk? Daarvoor zijn eigenlijk de huizen te oud. Dat betekent dat er en behoorlijk geïnvesteerd moet worden achter de voordeur. Dus er moet veel geïsoleerd worden. En het elektriciteitsnet moet verdrievoudigd worden. Waarbij de netbeheerder, in dit geval Enexis, compleet nieuwe infrastructuur moet gaan aanleggen. En die kosten hoger zijn. En dan kijk je vooral naar de maatschappelijke kosten. Hoger zijn dan of de warmtenet variant of de hybride variant. Even kijken, ik zei het al. We gaan van papier naar het EGI.
En waar ik naartoe wil, is dat die drie strategieën invloed hebben voor de voordeur en achter de voordeur. Voor de voordeur is zeg maar in de openbare ruimte. Dus dat zijn windmolens in het gezicht. Dat is een compleet aanleggen van de nieuwe warmtenet. Bij All Electric variant betekent dat er 27 extra middenspanningsruimtes in de wijk geplaatst moeten worden. Dus dat de kinderspeelplaatsen opgeofferd moeten worden. Dat de parkeerplaatsen moeten verdwijnen om die huisjes te kunnen gaan plaatsen. En het heeft natuurlijk invloed bij het verduurzamen achter de voordeur. In de zin dat mensen daar extra moeten gaan isoleren. Dat moeten gaan betalen. En dus ook betaalbaarheid een issue gaat worden. Interessant is, waar bij mij altijd het idee was, verduurzamen heeft vooral met isoleren te maken. En daar kom je achter de voordeur. Maar dat ook het wijkenergiesysteem en collectief opwek ook achter de voordeur besproken wordt. Omdat dat nogmaals invloed heeft op onze woonomgeving. Ik ga door. Want hoe kom je achter die voordeur? Nou, dat is natuurlijk ook, jullie kunnen meelezen. Er zijn allerlei technieken voor. Wij doen ook van alles. Dus alles wat hier staat, passen wij toe. Dus we hadden eerder algemene bewoners aan. Dus zagen we toch dat daar wat de oudere bewoners van Berkum naartoe komen. Want als er een bewonersavond is, dan is er een uitje, als het ware. En dan komen vooral een bepaalde groep. Dat betekent dat een behoorlijk groep niet gingen bereiken. Nou, vanwege COVID hebben de laatste bewonersavonden niet door kunnen gaan. Hebben we een digitale talkshow georganiseerd. Daar zeg maar ook dat fotootje van. Mensen hebben via de chat vragen kunnen stellen. Dat was een groot succes. En we zagen dat we daar een andere doelgroep mee gingen bereiken. Het is inmiddels om ook meer aan die governance te werken, waar ik het eerder al over had, is er een stichting en een coöperatie opgericht. Er zijn aanspreekpunten in de wijk, enzovoort, enzovoort. Dus we doen dingen op papier, we doen dingen online, we doen dingen via social media, bewonersavonden, aanspreekpunten, van alles. En dat doen we doordat we, en daar kom ik straks bij de leerpunten op terug. En we zijn inmiddels begonnen met een eerste project om huizen te verduurzamen. Want, zeggen we, de no regret. Eigenlijk is dat altijd doen, dus die maatregel kun je altijd gaan uitvoeren. En we zijn nu met het project onderweg. 90 particuliere woningeigenaren doen daar aan mee. Die op vrijwillige basis een energiescan hebben laten uitvoeren. En daar zijn we nu mee bezig om marktpartijen te selecteren. Of die zijn nu geselecteerd. Zijn nu bezig om hun aanbod uit te brengen om of het dak te isoleren. Of om zonnepanelen aan te leggen, zonneboiler, dubbelglas, vloer, spouw isoleren. Dus we gaan nu eerst kijken hoe kun je die woning goed inpakken. Hoe kun je energie gaan besparen? Hoe kom je tot die 30% energiebesparing? En we willen die lessen leren van eerst met deze 90 woningeigenaren, om dat dan te kunnen opschalen naar uiteindelijk 1500 particuliere woningeigenaren en die 500 huurwoningen. Waar we nadrukkelijk optrekken met de huizeneigenaren, met die woningbouwcorporaties. Ik ga naar de lessen. Ik kijk ook naar de tijd. Dus de lessen zijn onder andere die driehoek waar we in werken. Dus spannend. Dus hoe ga je op een evenwichtige manier om met overheid, bedrijfsleven, inwoners. Een andere les die ik al noemde. Het heeft invloed voor en achter de voordeur. Het is goed te beseffen dat al die drie sporen daar invloed op hebben. Er is geen één informatielijn naar inwoners. Die wilde ik net laten zien toen ik al die vormen noemde met flyers, met talkshows, met bewonersavonden, met social media, enzovoort, enzovoort. Nou, we gebruiken daar het Motivation model voor, waarbij je mensen in kan typeren als het ware. En per lijn, zeg maar, per segment, kijken we ook van wat is daar nu de beste strategie voor om die mensen te bereiken. Van de energiebron. Of dat nu met geothermie is, of het is met biomassa, of het is met aardgassen, waar vooral de discussie ook van Groningen kwam, of het is met biomassa, met mest van boeren, enzovoort, enzovoort. We vinden wat van de bron. En dat is ook goed te beseffen. Dus we willen wel naar groene energie, hoor ik ook in de wijk. En als we zeggen, ja, dan moeten we ook een windmolen plaatsen, dan wordt enthousiasme weer wat minder. En dat maakt ook de discussie ingewikkeld, vind ik, spannend. Uitdagend, hè? Maar maak het positief. Vooral maak het positief. Maar is het uitdagend om te kijken van, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe deal je daarmee? En tot slot helpt het ons niet dat er tegengestelde geluiden zijn. Daar helpt de politiek ons niet in. De klimaatgekkies aan de ene kant en de klimaatdrammers aan de andere kant. Misschien aan dezelfde kant, maar in ieder geval dat vanuit verschillende kanten daar geponeerd wordt om mensen een soort polarisatie krijgen in dat gebied. En dat vond ik zo mooi van Obama deze week in Nieuwsuur, waarin hij zijn nieuwe boek promoot en vooral aangeeft van, ja, wij zijn eigenlijk de laatste generaties die de grote slag nog kunnen maken met de klimaatverandering.
Dus die tegengestelde geluiden, die helpen ons niet. Dus een onderzoeksrapport van het planbureau, laatst met onbetaalbaarheid. Goed kijken naar de leervraag die erin zat. Nou, was toch net wat anders. We hebben een route te gaan. En we hebben een route te gaan om in ieder geval die klimaatverandering in ieder geval stil te zetten. Liefst terug te dringen. Maar laten we hem eerst maar stilzetten. En dan zou het ook ons helpen dat vanuit de overheid, vanuit bedrijfsleven, maar ook vanuit inwoners, dat we zeggen, nou, laten we die neuzen dezelfde kant op krijgen. Ik ga afsluiten. In de zin van terug naar die aardgasvrije wijken. Wat ik heb geleerd in Berkem, maar ook in andere projecten waar ik mee bezig ben met energietransitie, is dat we in een plan eigenlijk altijd twee dingen hebben. En één, dat noem ik de kwaliteit, en dat is de techniek. Nou, de techniek om naar aardgasvrij te gaan is er wel. En je kunt nog wat verschillen van in de smaken. Hè, doe je dat met waterstof, doe je dat met biogas, doe je dat met biomassa, doe je dat met geothermie. Maar op zich, de technische oplossingen liggen er wel. En betaalbaarheid is natuurlijk een ding, maar ja, er is zoveel geld. Ergens moet die geld te onttrekken zijn. En dan moet je goed regelen, en precies weet ik dat ook niet. Maar ook, ik denk dat financiën en techniek niet het probleem is. Het grootste probleem wat ik zie is in die acceptatie. En ik probeer dit in een formule te zetten, om het maar tastbaar te maken. Dus we kunnen fantastische plannen met elkaar bedenken. Technisch goed, ergens nog een beetje betaalbaar, laagst maatschappelijke kosten enzovoort, mooie kreten. En we kunnen daar een heel hoog cijfer op scoren. Maar als die acceptatie er niet is, als er geen draagvlak is voor die plannen, dan sta je nog met lege handen. En mijn overtuiging is dat we misschien een stapje terug mogen in die kwaliteit, misschien zelfs in betaalbaarheid, dan is de oplossing maar wat duurder. Maar als de acceptatie een stuk groter is, als we daarmee kunnen voorkomen dat we misschien een windmolen minder hoeven te bouwen, denk ik dat draagvlak toeneemt en is het effect dus veel groter. Dus een kwaliteit van de 10 keer een acceptatie van een 4, dan scoor je 40. Maar scoor je zeg maar 7-7, heb je al 49, heb je al 25% meer effect. En dan doe je het kwalitatief wat minder, maar je hebt al veel meer acceptatie en draagvlak. Daar is waar ik jullie graag in mee wil nemen. En als inleiding zou willen stoppen als inleiding voor stapje voor stapje in Zwolle naar aardgasvrij. En vooral de bewonersparticipatie daarin meenemen. IJsbrand. Ja, dankjewel Timo. Hele mooie en snelle presentatie. Heel veel details en ook heel veel vragen. En dan sluit ik toch weer aan ook op dat slot van jou. In de vragen wordt ook gesteld van zijn er ook fervente tegenstanders? Hoe bereik je dat draagvlak? En is er dan ook een verschil bijvoorbeeld tussen huur- en koopwoningen? Volgens mij is het in ieder geval om een eerlijk en open dialoog aan te gaan en om iedereen daar een plek in te geven. Dus het is niet goed of fout. Daarom gaf ik ook zeg maar in die driehoek aan met overheid, bedrijfsleven en inwoners. Want ik heb daar geen oordeel over. Ik probeer er ook oordeelsvrij in te zijn. Blijkbaar zijn er mensen die nog meer geholpen moeten worden in wat hun bezighoudt. Dat is natuurlijk fantastisch wat Gommers deed met Louise laatst, om vooral de dialoog samen aan te gaan, hè, toen over COVID. En dat is denk ik ook in de energietransitie, laten we vooral met elkaar de dialoog aangaan. Ook met de huurwoningen, dus ook met de woning, de bezitter, dus de woningbouwcorporatie, maar ook met de huurwoning. En wat zijn nu de zorgen? Zit dat dan op betaalbaarheid? Of zit dat op comfort? Of zit dat op iets anders? Dus ik ben erg van de dialoog en geef elkaar de ruimte in de discussie. En heb je ook, want jullie zijn al een paar jaar bezig, heb je een verschuiving gezien? Krijg je nu langzamerhand toch wel echt meer aansluiting? Of is het ook gewoon de trend in Nederland dat mensen nu wel meer snappen en willen doen met die energietransitie? Ja, ik zie dat er meer aansluiting is. Ik zie dat wij een grotere beweging in de wijk beginnen te worden. En ik zie toch ook vooral doordat we ruimte bieden aan die verschillende geluiden. Dat helpt. En dat we daar ook heel zorgvuldig met gemeenten, dus fantastisch hoe de gemeente hierin staat, vooral die participatie vorm willen geven. Maar dat is met vallen en opstaan. Dus we doen daar hele nuttige dingen. En af en toe denk je, shit, we zijn er toch weer ingestonken met elkaar. Maar zolang je daar ook een beetje om kan blijven lachen en dat je elkaar de ruimte gunt. Het is ook kwestie van ruimte gunnen. Oké, nog één kleine laatste vraag. Er werd door twee sprekers, of twee kijkers, Marcelle Rodenburg en Joris Boslo gevraagd of ook WKO-installaties een onderdeel kunnen gaan vormen van de oplossing.
Ja, in de techniek, dus het korte antwoord is ja. Vooral op het bedrijventerrein, waar jullie ook zitten. Daar wordt nadrukkelijk gekeken of je daar iets kan doen met de WKO. Wordt ook wel gekeken in combinatie met aquathermie, met de vecht. Dat is een mooie natuurlijke bron die langs de wijk woont. Vaak wel weer gekoppeld aan een warmtenet. En daar moeten we nog goed op studeren. Maar kleine blokjes woningen, ik sluit het niet uit. Maar definitieve keuzes zijn daar nog niet in gemaakt. Oké, nou dankjewel Timo voor deze geweldige presentatie, die ook heel mooi aansluit op de volgende. Zometeen nog even, kijk ook nog even in de chat, er zijn nog een paar vraagjes blijven liggen. Onder meer je gegevens en wie jou betaalt. Oh ja. Dat gaan we maar niet hier doen, maar kijk zelf maar even hoe je daarop antwoordt terwijl wij verder gaan. En ja, dat vind ik dan weer heel mooi, zo'n atletiek plaatje. Daar heb ik nogal een verleden, maar laten we daar niet over hebben. We gaan het hebben over de warmte-transitievisie in de aardgasvrije wijken, waar adviseur Touw enorm aantrekt in heel veel gemeentes en daar mooie dingen op loslaat. Dat zullen we ongetwijfeld gaan horen in de volgende presentatie van Aleida Verheus. Aan jou het woord. Dankjewel, Isbrand. Ja, ik ga wat vertellen over de rol van stakeholders in de warmte-transitie. Even kort over wat Touw doet in de energietransitie. U kent Touw misschien van als bureau die veel werk doet rondom ruimtelijk fysieke projecten, onderzoek in de bodem en ondergrond, civiel technische werken, milieu, asbest, milieueffectrapportages, maar we hebben ook een team energietransitie. En wij werken nu op 3 niveaus aan verschillende projecten, onder andere in het ondersteunen in de regionale energiestrategie, projecten in Noord-Holland, de restregio Noord-Holland, Noord-Holland Noord en Zuid. We hebben inmiddels een flink paar handen vol transitievisies warmte onder handen. En we doen in opdracht van een aantal wijkinitiatiefgroepen, bewonersorganisaties, verkenningen in wijkuitvoeringsplannen. We hebben dus een brede blik vanuit onze business unit leefomgeving. Dus we kijken niet uitsluitend naar het takje energie, maar proberen daar ook de brede blik te voeren die we ook in klimaatadaptatieprojecten tegenkomen. Het integrale stedelijke transformatieopgaves, risicomanagement. Dus dat is onze benaderingswijze en in dat licht heb ik ook deze presentatie gebouwd. Misschien even over het plaatje aan het begin, de startblokken en waarom heb ik nou die beeldspraak gekozen. Wat het mij betreft gaat het over 3 dingen. Op uw plaatsje, nou, wie betrek je dan eigenlijk bij dat traject rondom warmtetransitie, of het nou op gemeentelijk niveau gaat of op wijkniveau? Wanneer sta je klaar? Wanneer kan je nou eigenlijk beginnen? En hoe kom je nou in beweging? Nou, op die 3 aangrijpingspunten wil ik het een en ander vertellen vanuit onze ervaring met de verschillende projecten. Nou, misschien nog even vooraf, wat zijn nou ook alweer stakeholders? Want vanuit de technische hoek, hè, duurzaam gebouwd is natuurlijk toch een beetje een technisch georiënteerd platform, denken we al gauw aan de ruimtelijk fysieke betrokkenen. Nou, een belanghebbende of stakeholder is een persoon die, of organisatie die invloed ondervindt of zelf invloed kan uitoefenen. Nou, dan hebben we het dus eigenlijk over 2 soorten stakeholders. Als het gaat om een transitietraject, die invloed ondervinden, omdat andere stakeholders in de eigen opgave zitten te roeren. Of die juist invloed willen uitoefenen, omdat je anderen nodig hebt om je doel te kunnen bereiken. Dat geeft dan aan dat de partijen die betrokken zijn in het traject om verschillende redenen aan kunnen, moeten of willen schuiven. En dat je dat besef ook goed moet voor ogen moet houden. Nou, wie komen we nou tegen in die integrale opgave? Ik zei het net al, energietransitie is geen eng afgekaderde opgave. We zien het als een integrale opgave, waarin we in het fysiek domein een heleboel partijen tegenkomen, maar ook in het sociaal domein. Kijken we naar het fysieke domein, dan zit het veel in de vastgoedeigenaren, dus woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, particuliere eigenaren, verhuurders. Bij de gemeente bijvoorbeeld de verschillende ambtenaren die op het ruimtelijke ordeningsdomein zitten. Dus RO, verkeer, infrastructuur, duurzaamheid. De waterschappen, netbeheerders, nutsbedrijven. Terreinbeheerders zoals stadsbosbeheer bijvoorbeeld. Of natuurmonumenten. Nou, die kan je allemaal tegenkomen. Maar daarnaast vinden we het ook heel essentieel om bij met name de gemeentelijke transitievisietrajecten ook het sociaal domein voorgoed te betrekken. Dus vanuit de woningcorporaties niet alleen de vastgoed
asset managers, maar ook de wijkbeheerders bijvoorbeeld. Die verenigingen van eigenaren zitten enerzijds in het fysiek domein, maar zijn eigenlijk ook weer onderdeel van het sociaal domein, omdat ze ook straks een gebruiker van een nieuw energiesysteem zouden kunnen worden. En dus draagvlak moeten hebben om hun transitie te kunnen realiseren. Nou, verschillende bedrijven en ondernemers, maatschappelijke organisaties, bewonerscollectieven, WMO-ambtenaren, energiecoöperaties. Nou, je ziet, het is een heel breed palet aan stakeholders die je tegen zou kunnen komen. En bij de start van een, met name van een transitievisietraject, proberen we dat zo breed mogelijk in te zetten om goed te kijken wie is hier een essentiële stakeholder om te betrekken in de discussie over de transitie in de gemeente. Nou, wat een belangrijke stap is, is dat je gezamenlijk de analyse maakt. Nou, ik heb hier een voorbeeldje van een aantal belangrijke criteria die ons als adviseurs in ieder geval al een beetje houvast geeft in hoe je het traject kan insteken. Voor een, met name een wijkaanpak. Op gemeentelijk niveau is het iets algemener. De gebouwtypologie kwam net bij Timo ook al langs. Hè, van wat hebben we nou eigenlijk aan snee hier in de wijk? Wat zijn het voor gebouwen? Wat is het bouwjaar? Wat is de kwaliteit? Wat is de... Het type. Zijn er collectieve systemen al dan niet denkbaar in het gebied? Is dat kansrijk of is dat ingewikkeld? Hoe kijken we daar tegenaan vanuit de verschillende stakeholders? Zijn er bewonersinitiatieven actief? Dat kan op energiegebied zijn, maar dat kan ook op heel ander gebied zijn. Bijvoorbeeld een dorpsraad of een WMO-raad die zich actief manifesteert en die nou, een goede meedenkpartner kan zijn. Het type gemeente, landelijk of grootstedelijk, maakt wel echt uit voor de benaderingswijze, maar daarnaast ook de politieke kleur natuurlijk en een beetje een eerste cultuurschets van de bestuurders en het college en de raad. Nou, de eigendomsverhouding in de wijk maakt natuurlijk ook veel uit, met name op wijkniveau. Dus als je aan het werk gaat is het goed om te starten met een gezamenlijke analyse en ook met elkaar die goed te delen en dat je het vertrekpunt scherp hebt. Nou, even een voorbeeld. Voor de gemeente Twenterand zijn we gestart met het transitievisie ruimtetraject. Er is een technisch-economische analyse gemaakt, dus die de kennis is gedeeld. Dus iedereen staat op zich in op dezelfde plek als het gaat om het kennisniveau. Maar daar hebben we dus vervolgens een hele waaierd aan partijen betrokken om mee te praten over hoe ga je nou aan de slag met die technisch-economische analyse en hoe kan je nou een selectie maken in je wijkvoorkeursvolgorde die vanuit die transitievisie vereist wordt. Nou, in dit geval hebben we hier woningcorporatie. Vastgoedsturing zit daar dan aan tafel. Helaas was daar niet de beheertak aanwezig. Vanuit de gemeente was een heel brede insteek. Dus ook heel fijn. Civiel en inwonersbetrokkenheid, wonen, werken, duurzaamheid. Brede werkgroep vanuit de gemeente die meedenkt over die transitievisie. Een aantal meer technische partners, waterschap, energiebedrijf. De huurdersraad van de woningcorporatie en de energiecoach van het duurzaam bouwloket. En met name die laatste was een hele waardevolle toevoeging aan het gesprek. Omdat deze ook heel makkelijk de vertaling kon maken van hetgeen door de stakeholders als hoofdlijn genoemd werd. Nou ja, wat betekent dat en hoe kan ik dat straks uitleggen aan bewoners bij wie ik langskom? Dus het was een hele mooie koppeling om te leggen tussen nou ja, de wat meer abstracte discussie en ja, we moeten het straks wel in de wijk allemaal goed kunnen vertellen. Wat is dan het argument hierbij en hoe leggen we dat uit? Nou, met elkaar hebben we een hele serie overwegingen en aandachtspunten samengesteld die verdere input vormt voor de uitwerking van de transitievisie. Nou, al die stakeholders hebben natuurlijk verschillende belangen. Dus naast dat je het kennisniveau goed deelt, is het ook echt van belang. Ik kijk met een schuin oog even naar de chat. Ik zie de vraag, staat de warmtetafel open voor iedereen? En die pak ik nu even op. Nee, die staat niet open voor iedereen in deze fase. Dit was echt een stakeholder werksessie. Waarbij we dus zo breed mogelijk hebben gekeken van wie kan erbij aan tafel zitten. Er volgt in het komende deel van het traject volgt ook een inwonersconsultatie. Daar kunnen inwoners op zich voor aanmelden. Ja, die verschillende belangen. Dus niet alleen het kennisniveau en de analyse die hier gedeeld wordt. Maar ook dat je met elkaar goed uitwisselt van wat is nou eigenlijk het belang wat je hebt. En ook daarin, dat lijkt op voorhand, zeker vanuit technisch oogpunt, vaak vrij makkelijk te duiden. Dat is snel uit te leggen, maar het is echt van belang om dat even goed op tafel te leggen. Wat is nou jouw grootste belang en wat is hetgeen wat jouw belang het
het grootste niveau zou kunnen schaden. Capaciteit op het elektriciteitsnet, keuzevrijheid voor de klant. Voor een vastgoedinvesteerder goede investeringen plegen, geen kapitaalvernietiging. Nou, de gemeente heeft natuurlijk voldoende het rijksbeleid en die 49% CO2-reductie in 2030. Voor VVE's bijvoorbeeld en inwoners. Van, ja, waar kunnen we nou financiële ondersteuning vinden als we aan het werk zouden moeten? Heeft iedere stakeholder verschillende belangen. Dus naast het delen van de kennis over de uitgangssituatie, ook nadrukkelijk van belangen te verdiepen in de belangen van de ander. Nou, bewoners direct aan tafel. Ik zei net al, die huurdersraad in Twente Rand, die zat aan tafel. Dat is, vind ik heel plezierig, want ik ben er zelf erg groot voorstander van dat bewoners direct aan tafel komen, omdat zij ook professionals zijn, namelijk in het wonen. Ze zijn uiteindelijk de allerbelangrijkste belangenhouder, want zolang aardgasvrij niet verplicht is, zal elke bewoner toch overtuigd moeten worden met een goed plan dat aantrekkelijk genoeg is. De bewoner beslist uiteindelijk of ze meedoen of niet. Bovendien weten de bewoners goed wat er leeft in de wijk, het dorp, in de gemeente. Ze kunnen een technische analyse aanvullen. Hè, de analyses voor de wijk, het type bebouwing in de wijk, op hoofdlijnen vanuit open data is heel goed te doen. Maar toch zitten er soms bijzonderheden in die van belang zijn. Bijvoorbeeld in welke mate bewoners zelf al een aantal dingen hebben gedaan aan de woningen. Of op welke wijze ze dingen doen. Bijvoorbeeld is het gebruikelijk om zelf veel te verbeteren aan je woning. Of heeft men daar juist heel veel hulp bij nodig. Dat zijn belangrijke aanvullingen voor de kansrijkheid van verbeteringen. Nou, een gelijkwaardige rol, die wordt ook gewaardeerd. En die zorgt ook direct voor bewustwording van de eigen positie en verantwoordelijkheid. Dus het komt er meteen bij. Heel fijn dat je meteen kan inbrengen. Ik weet wel dat het geen vrijblijvende aangelegenheid is. En zodra iedereen op hetzelfde niveau kan meedenken, zie je ook dat die professionele rol beter wordt opgepakt. Daarnaast is het heel erg handig om direct eerste ideeën op te doen hoe een participatieproces het beste ingericht zou kunnen worden. Gemeentes pakken dat echt vreselijk verschillend aan. De een begint al met een grootschalig bewonersinformatietraject. De ander zegt van nee, we willen eerst een conceptvisie gereed hebben. Want mensen willen eigenlijk weten wat de gemeente vindt voordat ze kunnen reageren. Nou, bewoners kunnen daar zelf heel goed over meedenken. En dat is een handige manier om er snel ook een start mee te kunnen maken. Nou, wanneer zou je kunnen beginnen? Hè? We hebben gezegd van de analyse moet gedeeld worden en de belangen moeten gedeeld worden. Dan sta je klaar eigenlijk. En wat dan? De transitievisie warmte is een. Hè, daarvan is de gemeente eigenlijk de probleemhouder. Naast de professionele stakeholders, die natuurlijk ook moeten faciliteren dat een aantal zaken gedaan kunnen worden. Maar de gemeente is aan zet om het traject op tijd gereed te krijgen. Dus het is ook van belang dat het brede kader achter die transitievisie, dat het ook bij alle partijen duidelijk is. Met name bij vastgoedeigenaren en bewoners. Is het wel echt handig om dat brede kader nog een keer goed over het voetlicht te brengen. Klimaatakkoord, doelstellingen vanuit de tafelgebouwde omgeving, gemeentelijk beleid enzovoorts. Nou, welke aardgasvrije opties zijn er dan? Hoe werken ze? Wat zijn de verschillende aandachtspunten? En wat betekent dat dan voor de gemeente en voor deze wijk? Goed om ze allemaal even kort langs te kunnen lopen, om daarna ook te weten waarom je bepaalde dingen in het vervolg niet meeneemt en andere juist wel. Wissel ook de stand van zaken bij alle stakeholders goed uit. Hè? Het idee van de werksessie is ook dat elke stakeholder zijn eigen opgaven en belangen en doelen op tafel kan leggen. Om duidelijk te maken wat staat ons te doen. Hoe pakken wij dat aan? Wat betekent dat hier? En waar zie ik dan kansen of knelpunten als het gaat om die warmte-transitieopgave? Dus met elkaar aan de slag om die puzzelstukjes in elkaar te fietsen. Nou, dan gaat het er ook om dat je niet alleen je focust op die wat hardere data van een planning, een opgave, een plan. Maar dat je ook goed doorvraagt en de tijd neemt en ook op zoek gaat naar die zaken die misschien ingewikkeld lijken, maar dat misschien toch niet zo goed zijn, niet zo zijn. Als het gaat om
betrekken van bewoners, is het wel altijd van belang, dat noemde Timo ook al, om zeg maar die polarisatie in de klimaat, tussen de klimaatbelievers en de klimaatgekkies, om die te ontzenuwen, zeg maar, door toch een aantal mythes en nepnieuws even langs te lopen en te laten zien waarom je daar nu niet op ingaat of waarom je daar niet in gelooft. Veel discussies over kernenergie, over windmolens, over de datacenters met de enorme stroomvraag, met Duitsland die nu juist aan het aardgas gaat. Nou, er zijn een heleboel punten waarvan het heel goed is dat je die van tevoren even langsloopt, omdat je van tevoren kan voorspellen dat mensen daar vragen over hebben. Nou, en wat ook belangrijk is, is dat je praat over belangen en niet in standpunten. En dat je dat als je de werksessies organiseert of modereert, dat je daar goed op waakt, dat je partijen goed doorvraagt over welk belang heb je en zie je die bedreigd worden, in plaats van dat je een platform geeft aan standpunten waarbij het discussiëren heel ingewikkeld wordt. Ik zie een vraag, wat zijn de leerpunten van Purmerend? Nou, ik was niet bij Purmerend betrokken, dus daar kan ik geen voldoende onderbouwd antwoord op geven. Misschien iemand anders in de chat. Nou, wanneer kun je samen aan de slag? Ja, de samenwerking geeft meerwaarde als de belangen elkaar versterken. Als het belang van de een de belemmering van de ander kan helpen oplossen. Als de rol van iedereen in het vervolg duidelijk is. En als duidelijk is dat verder onderzocht moet worden. Dus je gaat aan de slag, je maakt die gemeenschappelijke analyse. Je verkent elkaars belangen. Je ontdekt wat er kansen zijn en wat de belemmeringen zijn. En hoe je die kansen kan benutten. En hoe je die belemmeringen zou kunnen wegwerken of omzeilen en welke acties daarbij horen en wie daar dan de actiehouder is. Dus als je die stapsgewijs dat proces doorloopt, dat hoeft niet in één keer, daar gaat een tijd overheen met een aantal rondes, dan komt iedereen steeds beter in zijn rol en kan iedereen doen waar hij of zij goed in is en voor aan de lat staat. Nou, wat voor werkvormen gebruiken wij daarvoor? Ja, we zitten natuurlijk in de coronatijdperk. Daarvoor gingen we graag met veel mensen in een grote zaal, het liefst meerdere dagdelen achter elkaar, aan het werken en uit elkaar in deelsessies, in kleine zaaltjes en kaarten en stiften en plakblaadjes. Nou, dat kan allemaal niet meer. Vreselijk ingewikkeld leek dat. Maar wij merken dat we met bijvoorbeeld Teams, Zoom en het digitale whiteboard van Mural een live resultaat eigenlijk heel goed kunnen benaderen. Je ziet hier een plaatje van ook weer een werksessie van de gemeente Twenterand. Daar hadden we de discussie over de prioritering van wijken in de transitievisie. In die gemeente is het niet goed mogelijk om iets met een collectieve bron te doen, iets met een warmtenet. Er is eigenlijk voor alle wijken een individuele oplossing de voorkeursvariant. Wat betekent dat er dus niet een technisch-fysieke noodzaak is om een bepaalde wijk als eerste aan te gaan pakken. Nou, waar heb je het dan over? Wat zijn er dan overwegingen om met elkaar het eens te worden over een prioritering? Of dat dan op wijkniveau gaat of op een ander niveau, maar wel enige vorm van prioritering is nodig om verder te komen. Dus we hebben daar een heleboel criteria samengesteld met elkaar en zijn vervolgens digitaal stickertjes gaan plakken. En er kwam toch een voorkeur uit van een aantal invalshoeken. Coöperatiebezit, het snel wegwerken van de slechtste energielabels. Inzoomen op daar waar energiearmoede optreedt of dreigt op te treden. Daar waar initiatieven zijn. Dat zijn de goede aanknopingspunten om een voorkeursvolgorde van wijken misschien te kiezen. Nou, er zijn ook een heleboel andere criteria die ook heel goed verdedigbaar zijn. Maar in deze werksessie is met de deelnemers deze voorkeur aangegeven. Dus hier gaan we verder dan mee aan de slag om dat uit te werken in een voorzet voor een voorkeursvolgorde. Naast die online werksessies zou je ook een kennissessie als los evenement kunnen organiseren. Ik vond het idee van een digitale talkshow, wat Timo net noemde, een hele leuke. Nou, je kan dat doen. Ik denk dat het heel nuttig is, met name ook voor inwoners en om inwoners in gesprek te brengen met verschillende professionele stakeholders. Dat je dat organiseert, wellicht in delen, ook inzoomend op bepaalde technische oplossingen of het uitwerken van een thema als waterstof of groen gas. Ja, dat vergt best wel veel technische details op het gebied van hoe je het opwekt, hoe je het transporteert, wat het betekent voor je woning, wanneer het beschikbaar komt, hoeveel het gaat kosten. Nou, goed om daar tijd aan te besteden en daar zou je dus kennissessies over kunnen organiseren. Nou, wat we ook nog doen in die stakeholder setting, zeg maar, is het organiseren van risicosessies.
ja, als je nou een alternatief voor ogen hebt, hoe zou je dan kunnen zorgen dat het ook voor elkaar komt en welke risico's zou je daarvoor moeten onderkennen en elimineren? Daar hebben we een goede online tooling voor partijen die alle mogelijke risico's aan kunnen dragen. Alle stakeholders krijgen eigenlijk dezelfde gelegenheid om in brede zin risico's te benoemen. Of het nou op hun eigen werkveld is of dat van een ander. Alle partijen gaan ook weer die risico's scoren. En daar volgt een soort top 10 uit. Nou ja, een top hoogst in ieder geval. En dat ga je dan ook met elkaar weer bespreken. Van, goh, we zien dat deze als belangrijkste risico's geduid worden. Nou, wat zit erachter? Klopt het precies? Is het echt zo'n belangrijk risico? Hebben we dat goed ingeschat? En hoe kunnen we het voorkomen of beheersen? Nou, daar komt vervolgens al een actie en een actiehouder uit. En dat geeft je eigenlijk een prachtige basis voor je werkplan voor de komende tijd. Ik heb een paar voorbeelden nog uit ons werkveld. Nou, de transitievisie Almelo, daar was een aanwijzing van wijken op basis van de kansrijke alternatieven. Vaak de collectieve oplossingen met een duurzame bron die een mooie fysieke houvast bieden aan het aangeven van een voorkeursvolgorde. Alleen, ja, in het gesprek met de corporaties bleek dat tempo eigenlijk helemaal niet aansloot bij het asset management van de corporatie voor het bezit in die wijk. Ook bleek dat er vanuit de gemeente een wens was om een soort stedenbouwkundige herinrichting van een bepaalde zone in het gebied te ontwikkelen. Dat was een uitdaging in het beheer van de openbare ruimte. En nou ja, met een stedenbouwkundige aanpassing zou dat goed ontvangen kunnen worden. Dus is eigenlijk, zijn die de belemmering van de corporatie en die kans van de gemeente zijn eigenlijk aan elkaar geknoopt. En het heeft geleid tot een andere keuze voor een voorkeurswijk. Waarbij ook bleek dat juist die andere keuze weer juist wel aansloot bij het asset management van de corporaties. Dus dat idee van die collectieve bron als makkelijke ingang, ja, die is even geparkeerd. Dus die is zeg maar als stap 2 aangezet. En door de combinatie van die stedenbouwkundige herinrichting en de werkplan van de corporaties is nu een andere keuze gemaakt voor die startwijk. Nou, een ander voorbeeld, het buurtinitiatief in de gemeente Steenwijk. Daar is een bewonersgroep die zelf voor de gemeente uit al een aantal verkenningen wilde doen voor de transitievisie en een wijkvoorkeursalternatief. Nou, er was een kans op, voor een warmtenet op basis van aquathermie. Met water in het naburige buitengebied die als bron zou kunnen dienen voor een aquathermie warmtenet. Een aantal wijken, één wijk met wat oudere woningen en twee vrij nieuw. De wijk met de wat oudere woningen zou dan een middentemperatuur warmtenet een goede oplossing kunnen zijn. Omdat de individuele all-electric oplossingen of laagtemperatuur een flink isolatiepakket vereisten. Nou, daar hebben we een mooie werksessie gedaan. Die technische analyse was iedereen het mee eens. Toen bleek echter dat het sociaal domein vanuit de gemeente en ook ondersteund door de wijkorganisatie, zei van nou, de veerkracht van deze wijk is eigenlijk onvoldoende om hier iets in gang te gaan zetten de komende jaren. Daarnaast was het vastgoedbeheer ingewikkeld. Veel woningen opgekocht door investeerders voor verhuur. Enige armoede in de wijk. Daarnaast de buitenruimte die een grote ingreep behoeft. En dat stond over een jaar of 10 in de planning. Dus het leek zo mooi met de technisch-economische analyse, maar uiteindelijk is gezegd van nou, we kunnen hier de komende jaren echt niet aan de slag met dat warmtenet. Er moeten eerst een heleboel andere dingen verbeterd worden. Het wijkbeheer, een sociaal programma, maatschappelijke activering. Dat zijn zaken die eigenlijk nu nodig zijn, meer dan een fysieke ingreep. De draagvlak voor de fysieke ingreep zal nu onvoldoende zijn, omdat er eerst een aantal andere problemen opgelost moeten worden. Dus de conclusie is dat het warmtenet nu niet kansrijk is. Het is wel goed om mee te nemen in een verkenning voor de transitievisie voor de gemeente. Het WG-terrein in Amsterdam. Ik weet dat er een kijker in de zaal zit die daar heel veel van weet. Dus misschien dat die mij nog kan aanvullen in de chat als ik nog iets mis hierover. Wat hier interessant is dat het een wijk is. Ook een proeftuin aardgasvrij wijk. Hartstikke goed gelukt om daar een heel mooi plan te maken voor een aquathermienet. Op initiatief van een wijkorganisatie. Er zit een corporatie die is groot eigenaar van heel veel woningen. Meer dan de helft van de woningen is in bezit van deze corporatie. Zowel in huurcomplexen als in
gemeen bezit. Dus dat is een hele belangrijke stakeholder. Maar er zit ook een bedrijfsverzamelgebouw die groot verbruiker van gas is en daardoor eigenlijk hele lage tarieven betaalt nu voor de energiebehoeften. Nou, we hebben natuurlijk ons heel erg gefocust op het werk met die corporatie en het zorgen voor die overeenkomst met de corporatie. Maar misschien is dat bedrijfsverzamelgebouw wel minstens zo interessant als stakeholder om in het begin mee te kunnen liften. Want zij hebben ook ruimte beschikbaar voor het opstellen van verschillende installaties die nodig is voor het warmtenet. En als we dat gebouw zouden kunnen aansluiten, hebben we meteen een eerste goede basis afname voor de start van de investering. Dus de fasering van het warmtenet die zou eigenlijk voor een groot deel ook mede bepaald kunnen worden door al dan niet te starten met een overeenkomst met het bedrijfsgebouw. Nemen we ze in het begin wel mee, dan ziet het de aanleg er in de eerste fase echt anders uit dan als we ze niet meenemen. Dus ik denk de corporatie is de grootste belangrijke stakeholder hier. Maar zo'n vastgoedeigenaar is op concreet niveau ook een hele belangrijke. We hebben nog een sprintsessie aanpak in meerdere gemeenten gedaan. Nou, dat was echt de pre-corona aanpak in zalen met alle spelers tegelijk aan de slag. Kennisprogramma per gemeente uit elkaar en verdiepen op de analyse. En na een aantal dagdelen heb je dan wie, wat, waar, wat, wanneer kaarten uitgewerkt. Dus welke wijk zitten we, wat is daar de volgende oplossing en wanneer zou die beschikbaar kunnen zijn. Die sprintsessie aanpak doen we ook wel online. Ook heel goed met deelsessies. Maar dat is ook een succesvolle werkvorm om met elkaar eigenlijk die drie stappen van analyse, klaarstaan en aan de gang te kunnen uitwerken. Ik zie Isbrand in beeld, mijn laatste slide. Ja, het is wat ons betreft is de energietransitie een integrale opgave. Het raakt hoe dan ook de infrastructuur in de wijk. Je kan die toekomstplan aardgasvrij echt niet loszien van andere toekomstplannen, of het nou fysiek domein is of sociaal domein. Een bewoner woont ook niet in een energiesysteem, maar die woont in een woning en een buurt. En er komt veel meer bij kijken dan alleen de energievoorziening. Het gaat ook niet alleen om de techniek, maar ook om het geld en hoe je dat organiseert. En tot slot, ja, alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Dat was mijn bijdrage. Oké, Aleida, dank je wel voor deze interessante bijdrage. Echt heel diep in de materie en tot in de wijk. Toevallig woonde ik daar in Steenwijk, ik woonde aan de hoek, dus ik heb al wat meegekregen. Misschien dat we daar straks nog in het vragenkwartiertje nog even op kunnen ingaan, want we zijn al wat door de tijd heen en willen graag met de volgende spreker door. Tot zover bedankt, Aleida. Ja. En misschien kan je zelf al wat vragen ook in de chat beantwoorden. Wij gaan door met Arjan de Boer. En dat is misschien wel een vreemde eend in de bijt. Misschien een beetje als Arjan Lubach vorige week op de televisie. Even met een andere blik op die aardgasvrije wijken kijken. Even op een andere manier kijken hoe we de energietransitie kunnen oplossen. Graag vraag ik Arjan om in beeld te komen. Als het goed is, zijn presentatie staat al klaar. En werkt ook de techniek nu op de achtergrond eraan om Arjan bij ons te krijgen. Arjan is van AB Trade and Sales en is vooral actief op het gebied van warmwateroplossingen in huis. Ik zag al dat hij ons systeem aanwezig is, maar hij wil nog niet in beeld verschijnen. Dus even kijken wat ik zie. Of die, hij is nog steeds aangelogd. Misschien is zijn geluid al aan, dat we hem wel kunnen horen. Nee, ook dat lukt nog niet. Zover we hem nog niet kunnen krijgen. Aleida, ben jij ook nog in de buurt, zodat we jou anders nog wat vragen kunnen stellen? Ik wacht ook even op een signaaltje van onze techniek. In de buurt? Ja. I'm going nowhere these days. Ja, we proberen om... Arjan weer in beeld te krijgen. Heb jij die vragen gezien over Steenwijk? Ja, ik zit even te kijken naar de meerdere vragen over die onvoldoende veerkracht. Waar blijkt dat dan uit voor die wijk? Het organiseren van een warmtenet, dat vereist natuurlijk dat je een bepaald aantal klanten kan organiseren voordat je de investering kan plegen. En daar is een sociale cohesie
die werkt daar heel goed bij, dat je vanuit de wijkorganisatie mensen kan betrekken, interesseren, informeren en verbinden, zeg maar. Maar door de ontwikkelingen de afgelopen jaren in die wijk, waarbij veel woningen verkocht zijn en als vrije sector huurwoningen eigenlijk verhuurd worden, is de betrokkenheid gewoon een stuk achteruit gegaan van de bewoners in die wijk. En daar zijn ook klachten over, dat vinden mensen ook niet leuk. Dus de mensen die achterblijven, die hebben daar best grote moeite mee. Die zouden wel graag meer willen organiseren, maar die lopen dan eigenlijk vast. Want ja, de betrokkenheid van de vastgoedeigenaren is minimaal. Die hebben een investeringsdoelstelling en that's it. Plus dat daarna ook veel klachten zijn over de openbare ruimte en het beheer daarvan. Enige overlast. Dus dat het eigenlijk die kwestie toch enigszins geadresseerd moet zijn voordat mensen verder willen denken over het gezamenlijk ontwikkelen van een plan voor een buurtwarmtenet. Dat was eigenlijk de aanleiding. Dus ja. De technische oplossing van het warmtenet is niet van tafel, alleen niet als eerste agendapunt voor de wijk. Zeg maar. Ja, nou, het was volgens mij ook een heel erg gedragen initiatief door mensen uit die werkgroep die wel graag die energietransitie snel willen starten. Waren ze eigenlijk ook te vroeg voor de andere stakeholders, hè? Bijvoorbeeld de gemeente, de woningbouwcorporatie. Ja, maar de woningbouwcorporatie heeft ook de meerjaren onderhoudsplanning gedeeld voor het gebied. En die heeft ook gezegd van nou, wij hebben voor de komende 5 à 10 jaar eigenlijk geen investeringsvoorstellen op de plank staan. Sterker nog, er zit nog steeds verkoopvijver in de wijk, dus we kunnen daar nog meer woningen verkopen. Wat wel heel mooi is, is dat het buurtinitiatief, die was niet per se gericht op een warmtenet als hoofddoel, maar meer van wat kunnen we collectief organiseren als het gaat om verduurzaming in de energietransitie. Ja. En die gaan zich nu meer richten op een activiteitenprogramma rond gezamenlijk inkopen, voorlichten van bewoners over wat de kleine maatregelen zijn, wat het laaghangend fruit is en hoe je daarin samen kan optrekken. Ja. Dus er is wel degelijk nog een actieprogramma vanuit het buurtinitiatief, alleen het is niet meer dat het warmtenet daar als topactiviteit overeind is gebleven. Ja. We lazen het in de chat ook als voorbeeld dat vaak andere ontwikkelingen in zo'n wijk vaak een mooi startpunt kunnen zijn voor de energietransitie. Jij noemde het zelf ook al zo'n voorbeeld, hè, die herinrichting. Moeten we het over die boek gaan gooien? Nou, daar waar dat kan, denk ik wel. Hij is goed. Oké. Ik zie Arjen in beeld. Nou, misschien dat jij je vraag nog even kunt afmaken, Aleida, en daarna doen. Nou, ik ben ook betrokken bij een project in Amsterdam waar de kansrijkheid van een warmtenet al best redelijk groot leek toen de gemeente aan het ontwerpen ging voor het vervangen van de riolering en herinrichting van de bestrating. En daar is het zover gekomen dat op voorspraak van het stadsdeel dat project even in stop gezet en dat er extra budget is vrijgemaakt om het warmtenet mee te ontwerpen in die aanpak van die ondergrond. Nou, dat is wel echt een hele mooie ontwikkeling, want dat is echt het werk met werk maken. Het enige was dat het daar nog wel extra geld kostte, omdat het al gemaakte ontwerp moest eigenlijk van tafel en er moest er opnieuw ontworpen worden. Maar je ziet dat in de aanpalende buurt dat het nu wel direct meegenomen wordt. Dus daar is het de ideale manier om die fysieke koppelkans in die ondergrond te gaan benutten. Ja, oké, dankjewel dan tot zover, Aleida. Misschien straks nog in de chat. En dan gaan we snel door naar Arjen de Boer. Welkom. Ik heb je al even geïntroduceerd. Je gaat even met een andere blik kijken op die energietransitie. De tijd is iets korter, dus proberen... Ik probeer wat in te halen. Oké, dankjewel. Succes! Ja, dankjewel, Isbrand. Ik, zoals ik al aangekondigd ben, een vreemde eend in de bijt. Ik probeer iets anders te verkondigen, denk ik. Wat ook uit de titel blijkt, decentraal is ideaal. En ik denk op mijn beurt van, wat willen we bereiken met aardgasvrije wijken? Het is al een beetje langsgekomen in de vorige sprekers van, we willen besparen, dus isoleren, lagere lasten. Het hele gebeuren moet betaalbaar zijn, want anders gaan de mensen in de ankers. En we willen van het aardgas af en dat betekent dus fossielvrij. Maar wat nog belangrijker is, denk ik, dat we klaar zijn voor de hernieuwbare energieën. Ook dat waterstof komt straks eraan. Dus aan alles wat nog niet uitgevonden is. Dus denk ik dat je een uitgangspunt moet maken wanneer je met aardgasvrije wijken aan de gang gaat.
En plus dat de bewoners, wat ook straks in het voorgaande duidelijk werd, dat zijn eigenlijk de belangrijkste mensen die daarover beslissen. En die willen zelf toch autonoom blijven, denk ik dan. Dus het uitgangspunt, denk ik, voor aardgasvrije wijken of aardgasvrij of fossielvrij, moet je zeggen van oké, okay, het moet betaalbaar zijn. Ik wil mijn huis all electric of ik wil wat of whatever. Ik ben zelf voor all electric. En maak ik hem klaar voor hernieuwbare energieën. Dus voor zon, voor wind, als dat straks in grote getalen beschikbaar is, dan heb ik alleen nog maar een elektriciteitskabel nodig. Ik denk dat als we dit gaan doen, dan komen we veel verder. Maar er zijn dan wel wat nieuwe gezichtspunten bij nodig. Want ik hoor warmtenetten voorbij komen, ik hoor warmtepompen voorbij komen. Ik denk dat we naar het eerste gezichtspunt moeten gaan. En dat is dat we het verwarmen van de woning moeten scheiden van het warme tapwater. Vroeger hebben we dat ook gehad. Hadden we een gasijzertje en hadden we een gashaard. En dat, zo werd de woning verwarmd. Nou, we zijn verwend geraakt in de jaren 90, 2000. Steeds meer waterverbruik. En ga zo maar door. Dus wanneer het gaat scheiden, dan krijg je straks ook veel meer oplossingen in all electric. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeldje. Links heb je een elektrische gijzer. Wij zijn al 15 jaar importeur van claquet, doorstromers. Een heel klein kastje, ik zal hem straks nog even in beeld brengen. Maar hier ziet u hem, het is een A4'tje, 10 centimeter dik. Dat zorgt voor je warm tapwater, zowel voor de keuken als voor je douche. Daarnaast hebben we een Chamotte-kachel, elektrische kachel. Ook dat is onderhoudsloos, makkelijk, schoon en plug and play. Nou, dit zijn even, zo hebben we dus dan de woning voor warm water en verwarming gescheiden. Het tweede gezichtspunt is denk ik dat je decentraal moet gaan denken. Zojuist kwamen allemaal WKO's centraal, maar je moet niet vergeten dat elke meter leiding is verlies. Elke meter leiding verlies betekent energieverlies. Hoe goed je ook isoleert, hoe mooi het ook allemaal doet, elke meter kost geld. Gaan we nog eens een keer naar een warmtenet, dan hebben we ook nog eens een keer een leidinginfrastructuur die ook nog heel veel kost. Voor dat geld kun je misschien een beter 1000 kilowattuur meer verbruiken, bij wijze van spreken. Plus dat de kosten niet ten opzichte van de baten, niet voldoende zijn. De bewoners die worden aan een centraal iets gekoppeld, dat geeft weerstand, want de bewoner die wil zelf invloed uitoefenen op zijn verwarming en op zijn warm water. Ik denk dat als je deze twee gezichtspunten in je achterhoofd houdt, dat er ook veel meer mogelijk is in de wijken, in het aardgasvrije denken. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld de centrale warmwatervoorziening. Tegenover de decentrale warmwatervoorziening. Nou, je ziet het verschil al. Nou, zie je dit gebeuren in een woningje van de jaren 50 of de jaren 60? Nou, dat is in plaats van 3 slaapkamers, wordt het een 2 slaapkamers woning. Dus ik denk dat we toch die twee gezichtspunten in ons achterhoofd moeten houden bij alles wat we doen. Ik zeg niet dat we geen warmtenet moeten doen. Ik zeg niet dat we geen warmtepompen moeten doen. Maar ga de mix groter maken, zodat je maatwerk kunt leveren. Mensen willen het een, de anderen willen het andere. Zo krijg je een mix en ik denk dat we dan veel sneller kunnen werken. Want welke mogelijkheden heb je dan voor verwarming? Kijk, ik heb de centrale en de decentrale even tegenover elkaar gezet. We hebben de warmtepomp in het centrale verhaal. We hebben een zonsysteem. Nou, dat is altijd goed, want de zon die schijnt voor niks. Dus dat is ideaal.
We hebben nog een elektrische cv-ketel. En we hebben dan een warmtenet. Nou, dat zijn de centrale systemen voor de verwarming. Daarnaast hebben we de decentrale. Daar zijn er veel meer van. Infraroodpanelen, elektrische verwarming, convectortjes heb je, Chamottesteenverwarming, die Havotherm. Elektrische vloerverwarming, je hebt plintverwarming, je hebt muurverwarming. Het is voor bij wijze van spreken een oud gebouw, kun je bij wijze van spreken muurverwarming doen. Ja, want dat straalt af, lekker warm, ideaal. Geen schimmel meer. En uiteraard heb je nog, decentraal kun je ook nog de elektrische ketel doen, want als je die vlak boven je vloerverwarming zet, dan heb je ook geen leidingsverlies. En we hebben nog een NNU, nog niet uitgevonden. Dus al met al, voor verwarming, ja, vele oplossingen. Welke heb je voor tapwater? Tapwater blijft toch altijd een uitdaging. Dat horen we elke keer weer. Ja, wist ik maar eerder dat we doorstromers toe konden passen. Ik mag even vertellen dat het eerste ziekenhuis is er al mee uitgevoerd in Oost-Groningen. En het tweede ziekenhuis, dat komt er nu ook aan. En die hebben zo'n beetje 500 doorstromers. Je kunt zich voorstellen dat in plaats van een centrale warmwaterleiding door het ziekenhuis heen te laten lopen, nu overal doorstromertjes is. Dus de koudwaterleiding wordt gewoon meer gebruikt. Dus minder kans op legionella. Ga zo maar door. Lage investeringskosten, laag onderhoudskosten, laag verbruikskosten. Hier gaan we naar het warmtapwater. En dan hebben we centraal hebben we een warmtepomp. Wat nu nog steeds gebeurt, is dat het combiketeltje wordt vervangen voor de warmtepomp. Dus dan krijgen we een grote installatie, een groot boilervat. En ga zo maar door. Feitelijk is dat, heb je gewoon een grote boiler voor het warm water. En het verbruik wordt niet meegerekend. Ik zag net een COP van 1. Het klopt, het heeft een COP van 1, de doorstromer. Alleen de doorstromer maakt alleen warm op het moment dat je water nodig hebt. Dus het is veel zuiniger. We hebben dan ook nog een warmtepompboiler. Nou, ook dat is een sta in de weg in de kleine woningjes. En we hebben een zonneboilersysteem, idem dito. Dat zijn de centrale. Daarnaast hebben we decentraal hebben we maar twee oplossingen. Een doorstromer en een elektrische boiler. Waarvan de doorstromer weer 40% zuiniger is als een elektrische boiler. Dit, zo op deze manier te gaan denken, kun je een bewoner scala aan mogelijkheden bieden. Zo van, wat wil je nou eigenlijk? Er wordt vaak met dat COP1, is dat inderdaad, ja, dat is jammer. Maar ga nou eens na met een warmtepomp. Heb je al die leidingen, je maakt eerst met elektriciteit water warm en vervolgens ga je de woning met dat water verwarmen. Waarom pak je niet meteen die elektriciteitsleiding om je woning te verwarmen? De praktijk, de theorie is wat anders dan de praktijk. Want de praktijk is vaak veel zuiniger als de theorie. Kijk, het voordeel van de decentrale oplossing, ik zei het net al, je hebt geen leidingwarmteverlies. Het is een eenvoudige installatie. Het is een schone installatie. Het is efficiënter. Geen dure infrastructuur. Betaalbaar en hygiënisch. Al deze dingen kun je in een woningje van de jaren 50, 60, 70, 80, 90, 2000 gewoon kwijt. Is dat kostbaar? Nee, want we gaan nu even de praktijk. Hier zie je de huidige situatie. Nou, want het is niet alleen aardgas vrijmaken, betekent ook wat we... warmtenetten zitten we veel over te praten, dus we praten eigenlijk alleen over verwarming. Maar naast de verwarming is de douche een van de grootste opeters van de elektriciteit. En dan hebben we nog een keukentje en nog wat andere randapparatuur. Maar goed, in dit geval ga je dus meterkasten upgraden, elektrische verwarming, inductie, instant heater en eventueel PV-panelen.
Nou, wat kost dat? Wat gaat dat kosten? Nou, praten we over 7450 euro. Even, dit is een schatting. Het zal plus en min zijn. Het hangt van de woning af, hangt van de bewonerswensen af. Wat dit allemaal uiteindelijk kost. Maar goed, dit is een indicatie. En ik denk dat we daar vrij, als dat op grote schaal toegepast wordt, dat we daar in deze buurt komen. Daarnaast kunnen we zeggen van oké. Okay, we pakken ook nog even het energie-neutraal opwekken. Of het bijna energie-neutraal, de isolatie. Ik denk dat we daar, we hebben het bij de van Timoveen hebben we dat gehoord. Dat isoleren eigenlijk de beste, het scheelt 30% in de energieverbruik. Ik zie hier en daar wat vragen er langskomen, maar dat zullen we straks dan nog wel even bespreken. Dit zijn indicaties die wel realistisch zijn. En dat we dan voor 20.000 euro, 21.000 euro de woning all-electric kunnen maken. Hier hebben we een voorbeeld van een renovatiewoning. En hier hebben we ook de jaarlijkse kosten neergezet. Dat we dus ten opzichte van het cv-systeem, dit hebben we dan traditioneel neergezet. Het verbruik hebben we gedaan naar aanleiding van de standaard verbruiken. En elektrische verbruik is op deze manier geschat, maar dat komen we aardig in het overeen. Het punt is namelijk van de doorstroomtoestellen weten we dat het 500 kWh per jaar per persoon is. We weten ook dat met elektrische verwarming zitten we eigenlijk... Je gaat decentraal verwarmen, dus je verwarmt eigenlijk alleen de ruimtes waar je bent. De kijkers van 100, wie stookt in zijn slaapkamer? Ik denk bijna niemand. Dus dat is een ruimte die niet gebruikt wordt en waar misschien wel een elektrisch kacheltje in zit, maar die niet stroom kost. En zo zijn er nog een heleboel ruimtes in huis waar je eigenlijk geen stroom gebruikt. Dus je hebt alleen in je woonkamer heb je verwarming. En zoals ik al zei, doorstroomtoestellen verbruiken niet zoveel. En hier zie je dan ook dat we met all-electric goedkoper uit zijn. Tegen een bescheiden investering. Hier zien we een praktijkvoorbeeld. Dat draait al een aantal jaren in Rotterdam. En dat heeft infraroodpanelen. En die beste man die komt uit Ghana en die heeft het, wil het ook extra warm hebben in zijn woning. Dat is, was een oude woning. En twee buren verderop, die heeft nog gas en elektra. Die heeft het minder warm als de all-electric. Maar hij is wel goedkoper uit in de all-electric versie. En dit is gewoon een praktijkvoorbeeld. Nou, dan komen we natuurlijk op hoe kunnen we dit uitvoeren. Nou, ik ben het met de voorgaande sprekers eens dat je natuurlijk de bewoners en de hele mikmak rimmeram van zo'n wijk erbij moet halen. Wil je dat integraal gaan doen? Maar goed, je kunt het ook op woningniveau gaan doen en gaan propageren. En dan zie je vanzelf wat er uitkomt. Want die woningeigenaar die kan zelf beslissen van wat hij wil. Hier hebben we dan een paar voorbeelden genomen, of tenminste een paar stappen die je zou kunnen doen. Installatie ineens uitvoeren, of stap voor stap, of ineens uitvoeren. Dat gaat voor de woningcorporaties en dan betalen ze in de EPV een vergoeding. Nou, hier hebben we dat scenario tegen elkaar weggezet. Nieuwe situatie. Energie-neutraal, dat betekent... dan ben je 21.000 euro kwijt en dat is in 10,5 jaar tijd terugverdiend. En hier zitten we in de fases, dus dan gaat het gefaseerd worden. Nou, dan ben je iets duurder uit, omdat je niet alles in één keer kan doen. En dat is veel malen goedkoper. En dan is de terugverdientijd wat anders. Hier wordt ook nog even bijgezet van, of bij die vorige... dat de subsidies niet meegerekend zijn. Ik ben een groot voorstander van om geen subsidies toe te kennen, maar zorgen dat de bewoners een gunstige lening kunnen krijgen, wat ze in Drenthe doen, waar ik vandaan kom. Dat is
dan denk ik dat je mensen sneller over de streep haalt of als dat je een subsidie verleent. Dus ik denk dat dat handig is. Maar goed, en dan hebben we dus scenario 3. Nou, hier staat het van eventuele subsidies. Dit is een situatie voor de woningbouwverenigingen. En dan betaalt ineens 150 euro. En met een nieuwe situatie, dus dan is het bijna energie-neutraal. Of energie-neutraal, maandelijks EPV 125 euro. Op deze manier denk ik dat je op de goede weg bent. En wat, dat we ook sneller kunnen werken. Ik zie dat IJsbrand in beeld komt, dus ik zal nog even de laatste sheet doen. Dit is een woning, 80 vierkante meter. Die komt binnenkort op de markt. Die is uitgevoerd zoals ik nu geschetst heb. Twee doorstromers en één doorstromer in de keuken. Dat is deze. U ziet hem. Ik zal hem hier nog even in beeld brengen als u hem ziet. U ziet het naast mijn hoofd. Nou, groter. Ik heb een groot hoofd. Maar dit is het hele kastje. Kun je mee douchen, kun je mee in het keukenkastje doen. Deze woning is 80 vierkante meter. Die gaat onder de 100.000 euro kosten. Ideaal voor woningbouwverenigingen of voor particulieren. En is bekend bij mij, dus u mag mij mailen. En die is uitgevoerd met een doorstromer. Die is uitgevoerd met kacheltjes. Twee in de woonkamer, één in de woonkamer, één in de keuken. In de gang, op de slaapkamers. En die heeft ook nog eens een lucht-WTW. Hier ziet u hem, is in de douche. En die heeft dus lokale lucht-WTW'tjes. Want dat vergeten wij in de hele transitie vaak. Want als wij 50, 60, 70, uit de jaren 60 woningen nemen, dan hebben wij meer een ventilatieprobleem ook, denk ik. Of een uitdaging. Nou, dan wil ik hier nog even in de notendop mijn presentatie. Woning, welke uitvoering ook, klaar voor hernieuw bijna energie maken. Ik denk dat dat, en dan zullen we hier en daar het energienet nog wat uit moeten breiden, maar ik denk dat we dat sowieso moeten doen. Decentrale installatie, verwarmingen, warmtapwater scheiden, dan blijft het betaalbaar en kunnen we morgen beginnen. Doet u mee? Ja, is dat een vraag aan mij? Nou, misschien wel. Want het toeval wil wel dat mijn installateur 2 weken geleden ook met dit soort oplossingen kwam. Hij moet het nog door gaan rekenen hoor, dus zover zijn we nog niet. Maar bedankt voor deze invalshoek. Er zijn een hoop vragen in de chat, dus probeer daar vast even naar te kijken. En die wil ik straks ook aan het eind nog proberen te benoemen, want het is wel een heel interessante discussie natuurlijk. Ook over de zwaarte van het net en van je huisinstallatie. Maar je ziet het, we gaan alweer door met de volgende presentatie. En die gaat over waterstof, ook al natuurlijk een oplossing waar veel, inderdaad stoffen over opwaait. We krijgen 3 sprekers aan het woord. Heel kort de introductie van Ronald Veldhuizen van de GasUnie. En vervolgens 2 praktijkvoorbeelden van nieuwe proeftuinen in Goeree, Overflakkee en Hogeveen. En dat in de persoon van Esther Slech en Kees Boer. Ronald die gaat de aftrap geven en hij introduceert straks ook de andere sprekers. Succes Ronald. Dankjewel Isbrand. Ik hoop dat ik te verstaan ben. We hebben van tevoren een soundcheck gedaan, dus dat zou moeten kunnen. Dankjewel. Zoals Isbrand al zei, ik ga heel kort even inleiden. Wij zijn vanuit GasUnie zijn wij lid van Duurzaam Gebouwd. En vinden het altijd belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van een energiesysteem als geheel. Het is heel belangrijk. Net na het pleidooi voor decentraal, als je kijkt wat decentraal allemaal met zich meebrengt, is dat een verhoogde elektriciteitsvraag, maar ook veel meer flexibiliteit die nodig is in dat elektriciteitsnet. Enorme extra investeringen waar je voor staat. En uiteindelijk, waar wij naar kijken vanuit GasUnie, zijn we natuurlijk op een landelijk niveau en ook internationaal aan het kijken. Wat voor gevolgen die keuzes die we maken met elkaar hebben op de energieinfrastructuur, op dat nieuwe energiesysteem van de toekomst. En een paar dingen zijn daarin al heel erg duidelijk aan het worden. Dat is dat de puzzel niet naar één oplossing gaat, maar een samenwerking gaat worden van verschillende energiesystemen, die allemaal een eigen plek in het energielandschap moeten gaan krijgen. En wij denken
met de tendens dat we met z'n allen van fossiele gassen af willen en die wij ook van harte ondersteunen, dat waterstof daar een heel belangrijk stuk in de puzzel gaat worden. En dat zien we vooral in eerste instantie gebeuren op industrieën en ook op het gebied van zwaar wegtransport. Daar zijn echt al grote ontwikkelingen aan de gang. Mijn enige dia die ik heb is een plaatje, dat kunnen jullie ook vinden op de website van Gasunie, highnetwork.nl. Dat staat rechtsonder in beeld. Dit geeft aan waar wij op dit moment mee aan het ontwikkelen zijn. Wij zijn aan het kijken of we het bestaande aardgasnetwerk, wat dus minder gebruikt gaat worden voor fossiele gas in de toekomst, of we dat kunnen hergebruiken voor waterstof. De hoge druk transportleidingen die hier getekend zijn, die zijn nu al in bestemming, zeg maar, voor waterstof. In eerste instantie om de grote industrieën met elkaar te koppelen. Maar je ziet duidelijk aan de bolletjes 6 en 15... dat daar ook gebouwde omgeving demonstratieprojecten in meegenomen zijn. Daar gaan we met name met een heleboel partners onderzoeken of en hoe waterstof in de gebouwde omgeving de toekomst een rol kan spelen. En dat is ook echt iets wat pas vanaf 2030 zijn beslag zal gaan krijgen. Want die backbone-ontwikkeling, daar zien we de eerste concrete realisaties vanaf 2027 gaan gebeuren. Een enorme uitdaging, moet een hele nieuwe keten worden ontwikkeld. Lange termijn, zoals ik al zei. En ook essentieel dat we die infrastructuur daar goed op aan gaan passen. Om nou weer helemaal terug te gaan naar de wijken en de impact die dat erop heeft, heb ik Esther Sleg en Kees Boer bereid gevonden van de gemeente Goeree-Overflakkee en Hogeveen. Om te vertellen wat voor uitdagingen en wat voor projecten gaande zijn in hun gemeentes. En ik wil daarbij graag nu eerst het woord geven aan Esther om af te trappen. Ja, dank je Ronald. Goedemorgen allemaal, ik ben Esther Sleg. Ik werk voor de gemeente Goeree-Overflakkee en daar ben ik verantwoordelijk voor de transitie naar warmte. En daar valt onder andere Stad aan het Haringvliet, of het project in Stad aan het Haringvliet bij. Heel kort wil ik even iets vertellen over Goeree-Overflakkee. In 2013 zijn wij van 4 gemeenten naar 1 gemeente gegaan. En toen is men ook gestart met een forse realisatie van energieopgaven naar aanleiding van het energieakkoord. Het resultaat is dat er de komende jaren nog het laatste staartje van meer dan 350 megawatt aan windenergie op en rond ons eiland gerealiseerd wordt. Wij zijn 1 RES-regio en de interactie met dat proces, over dat proces, was met ieder dorp heel verschillend. Zo zijn er dorpen waar men eigenlijk heel lang heel stil is gebleven en vervolgens heel hard in de tegengas zijn geschoten. Er zijn dorpen die hebben gezegd van ja, oké, leuk dat jullie dit willen, gemeente en provincie. Maar wij willen aan tafel. En een van die dorpen is Stad aan het Haringvliet. En dat is denk ik even goed om te onthouden. Naar aanleiding van die enorme windopgave die gerealiseerd wordt, is er ook in 2017 al een waterstofconvenant getekend door meer dan 30 lokale tot en met internationale partijen. Die hebben gezegd van nou, wij gaan onderzoeken of en hoe we een waterstofeconomie op en rondom Goeree-Overflakkee kunnen ontwikkelen. En het doel daarvan is met name om een oplossing te vinden voor de netbalancering. Dus te kijken hoe gaan we om met pieken in productie, dalen in gebruik en hoe zorgen we dat we de energie die we ook opwekken maximaal benutten en dat we ook tijdens dalproductie genoeg energie kunnen gaan leveren met elkaar. En daarnaast heeft de stap richting winteropgave binnen de gemeente geleid tot een breed programma op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Hier zie je even de 2 programmalijnen waar Stad aan het Haringvliet bij is gekomen. Wat er vervolgens is gebeurd is dat binnen het programma van de gemeente is gezegd, goh, en dat is in 2018 ook gebeurd, is gezegd, goh, weet je, wij moeten ook eens gaan kijken hoe wij kunnen beginnen met het aardgas vrijmaken van delen van ons eiland. En
naar aanleiding daarvan, op dat moment liep het gesprek met inwoners uit Stad aan het Haringvliet nog. En die hebben toen gezegd van, ja, dat is prima. Maar als je dat wil, bij ons. Want wij willen met jullie doorpakken op het gebied van duurzaamheid. En toen is ook het waterstofconvenant aan tafel gekomen. En daar is eigenlijk de samenwerking in Stad aan het Haringvliet aan ontsproot. Nou is het even goed om jullie mee te nemen in de opgave voor warmte op Goeree Overflakkee. Zoals jullie al begrepen hebben en misschien al wisten, is Goeree Overflakkee een eiland. Wij delen geen droge gemeentegrenzen met een andere gemeente. En we zijn een vrij landelijke gemeente. We hebben meerdere kleinere kernen met geen grote kern. En een vrij groot oppervlak, dankzij de eerdere samenvoeging van vier gemeenten. En voor de warmteopgave betekent dat wat we te maken hebben met zeer verspreid liggende bebouwing, lage dichtheden, het is veelal laagbouw. Je ziet het op de achtergrond van mijn sheet ook. Een bijzonder heterogene opbouw van de dorpen. Het gaat serieus over groepjes van 2, 5, 10, soms 15 woningen. De isolatiewaarden zijn laag. We hebben heel veel oudere bebouwing op Goeree Overflakkee. De laatste jaren is er wel nieuw gebouwd, maar dat is allemaal heel beperkt. Of dat beperkt zich tot 1 of 2 kernen. En 10% van onze bebouwing heeft een beschermde status. En als je dan kijkt naar de beschikbare oplossingen voor Goeree Overflakkee, dan kom je eigenlijk uit op individueel of collectieve all-electric oplossingen. Of duurzame gassen. En dit zeg ik omdat andere collectieve oplossingen, zoals warmtenetten op basis van restwarmte, wij hebben geen grote industrie, geen grote bedrijven met veel restwarmte die we dus kunnen inzetten in onze wijken. Dat zal op een heel, heel kleine schaal, zijnde één straat, wel plaatselijk mogelijk zijn. Maar dat is als grote oplossing kunnen we dat niet meenemen. En ook qua geothermie hebben we het niet getroffen op Goeree Overflakkee. Dus dan blijven er maar een aantal oplossingen over, waaronder duurzaam gas. En wat je ziet is dat individueel vaak haalbaar is voor de goed geïsoleerde woning, wat nieuwere woningen. Dat is een lage temperatuuroplossing. Collectieve all-electric zou met een opwerkstation mogelijkheden bieden voor middentemperatuuroplossingen. Maar een heel groot deel van onze bebouwing is gewoon oud en heel lastig te isoleren. En daar zou je wel met elkaar willen kijken naar bijvoorbeeld hoge temperatuuroplossingen. Terug naar Stad aan het Haringvliet. Een aantal inwoners van deze kern hebben gezegd van, nou, als jullie aan de gang gaan met aardgasvrij, wij zijn van de partij, nodig ons uit. En naar aanleiding daarvan heeft de gemeente ook gezegd van, oké, als er zoveel draagvlak is, dan willen we ook met jullie in gesprek. Er wonen 619 huishoudens, dat is echt heel klein. Het is een hele hechte gemeenschap. Mensen komen veel bij elkaar over de vloer, kennen elkaar. Er zijn eigenlijk twee gremia waar wij mee praten. Dat zijn de tafelaars. Dat is een samenwerking van inwoners die specifiek over aardgasvrij of de verduurzaming van hun kern met de gemeente in overleg zijn. En de dorpsraad. En dat is formeel het schakelpunt tussen het dorp en de gemeente. En het dorp heeft een hele typische opbouw voor een dorp op Goeree Overflakkee. Dus het heeft die diversiteit, het heeft die lage dichtheid. Het bestaat eigenlijk uit maar een paar straten. En nou heb ik heel even een filmpje voor jullie. Ook om even te laten zien hoe dat dan gaat. Goedemiddag allemaal. Gasten wat verder weg. En de gasten hier om ons heen. Ik ben Piet Diepenhorst. Ik ben voorzitter van de dorpsraad van Stad aan het Haringvliet. En wij denken vanaf 2017 met elkaar na in het dorp over een overgang van aardgas naar een andere vorm van energie. En dat doen we samen met een groep enthousiaste stadtenaren die daarover mee willen denken. En die zijn bezig geweest om na te denken over een overstap van het aardgas af.
En vanmiddag zetten we een nieuwe stip op de horizon, 2025. We zeggen vanmiddag formeel tegen elkaar dat we samen serieus willen onderzoeken of een transitie naar waterstof op stad haalbaar is. Het bijzondere is hier dat eigenlijk de bewoners zelf met de ideeën zijn gekomen. En dat is vrij bijzonder. Je hebt in Nederland wel meer, soms een wijk of een straat of een paar huizen, dat bewoners bijvoorbeeld zeggen, we gaan iets aan verduurzaming doen. En ze zijn zelf met het idee gekomen, zou dat niet iets voor stad zijn om eens te kijken of we hier aardgasvrij kunnen worden. En dat is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk, want meestal gaat het andersom. Dan gaan de overheden gaan bepalen van, nou, we gaan daar eens kijken wat we daar kunnen doen. En dan moet je gaan proberen om bewoners erbij te betrekken. En hier zijn ze gewoon zelf gekomen. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik ga jullie niet langer laten wachten. Allebei een puntje. Helemaal goed. En ik hoop dat het niet inderdaad bij het voornemen blijft, maar dat we echt tot uitvoer gaan komen. Dank jullie wel. Dat is een intentieovereenkomst. En in die overeenkomst spreken eigenlijk de betrokken partijen met elkaar uit dat ze hun best gaan doen om stad aardgasvrij te krijgen. En dan gaan ze onderzoeken of dat waterstof gaat worden. We hebben daar allemaal onze handtekeningen onder gezet. En volgend jaar, hij heeft een looptijd van ruim een jaar. En dan gaan we kijken van, wat is er van gekomen van dat goede voornemen. De map die we nu hebben, en daarop staat het zwart op wit. We gaan er nu echt voor. Iedereen heeft daar ook zijn handtekening voor gezet. Dus dat is heel erg mooi. En zo gaan we steeds stapjes zetten. En steeds kijken van, is het haalbaar, is het niet haalbaar? En ja, we willen ook dat de bewoners natuurlijk wel zeggen van, ja, wij zien dat zitten. En we zien het ook als een kans en als een extra optie om, omdat we voorloper zijn, dat we ook voordelen hebben. Kijk, dan ga ik met jullie terug. Ziet iedereen de presentatie weer? Ja, ik kan natuurlijk geen instemmend geluid horen. Wat jullie hier zagen was, afgelopen zomer hebben we met elkaar een intentieovereenkomst getekend. Op dat moment was het inwonerscollectief nog geen formele partij en was het dus ook niet mogelijk om hen die intentieovereenkomst te laten tekenen. En daarom hebben we ervoor gekozen om met elkaar te zeggen van de zakelijke partij met de juridische status willen deze intentieovereenkomst graag aanbieden aan de inwoners van Stad aan het Haringvliet. En daar was dit moment voor bedoeld. Doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we met de tafelaars en de dorpsraad, de maatschappelijke partners. Daar zit de woningcorporatie bij. Dat is inmiddels één woningcorporatie. De provincie en wij als gemeente. En daarnaast zitten eigenlijk alle systeempartners aan tafel. Van producenten tot de distributie, tot de leveranciers aan de huizen, et cetera. En daar zitten Stedin, GasUnie, jullie hebben Ronald net gezien. Delta Wind, dat is onze energiecoöperatie op het eiland. Eneco, zij hebben samen een heel aantal windmolens in de directe omgeving. Hygro is producent van elektrolyzers voor op windmolens. Greenpoint is voornemens om een waterstoffabriek te starten. En natuurlijk het waterstofconvenant, waar ik het eerder over heb gehad. Maar dan, en daar heeft Timo het eerder ook al over gehad, start je een samenwerking tussen partners uit de systeemwereld, zakelijke partijen, overheidspartijen, maatschappelijke partijen, allemaal met een juridische status. En een ongeorganiseerde groep waarvan een aantal partijen wel aan tafel zitten en een aantal partijen niet. En daarmee moet je samen tot planvorming komen. En onze ervaring is dat het belangrijk is geweest om daarin hele heldere afspraken te maken. En die heldere afspraken gaan over hoe we met elkaar samenwerken. Dat zie je links op het rolletje. En daar zitten inwoners besluiten mee. We zijn transparant naar elkaar. We communiceren samen. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid en plannen onafhankelijk. Maar samenwerking staat voorop. Dus afstemmen is heel belangrijk. En we hebben centrale coördinatie om elkaar te ondersteunen. Deze voorwaarden hebben we nu een jaar en het gaat steeds beter. Het gebeurt nog steeds wel eens dat er een systeempartij aan tafel zit en denkt,
oh, daar hadden we de inwoners even in mee moeten nemen. Het gebeurt ook wel eens andersom dat er, nou ja, weet je, het gaat nog niet altijd goed. Maar we zijn er daar wel in aan het leren en we onderschrijven met elkaar deze randvoorwaarden ook. En daarnaast hebben we met elkaar gezegd, er zijn een aantal voorwaarden waar het project aan moet gaan voldoen. En anders gaat het niet door. En dat heeft te maken met draagvlak. Als er geen draagvlak is, hebben we geen project. Dat heeft te maken met veiligheid. Als het niet veilig kan, hebben we geen project. Met leveringszekerheid, met het moet wettelijk mogen. Allemaal betaalbaarheid, het moet groen zijn. Duurzaamheid is voor goederen en overvlakken heel belangrijk. Voor de inwoners ook en voor de partijen aan tafel. Het moet kunnen. Even, als iets technisch niet kan, dan kom je er ook niet als project. En een van de belangrijke doelstellingen van dit project is, het moet schaalbaar zijn. Dus we gaan niet een mini-mini oplossing zoeken voor Stad aan de Haringvliet. We zien Stad aan de Haringvliet als een stap door. En in die samenwerking hebben we een soort hele lean projectorganisatie. En om ook even de vraag van Mark te beantwoorden. Daarin fungeert de gemeente als opdrachtgever. En die doet dat, zeg maar, die zet de koers van het project samen met Stedin en met de inwoners uit. En dat hebben we op die manier georganiseerd, omdat we daarmee niet alleen alle partners aan tafel hebben met een maatschappelijke doelstelling voor hun organisatie, maar ook de partners die al aanwezig zijn in het gebied en die het project ook echt, weet je kunt ze niet vervangen. Je kunt de gemeente niet vervangen, je kunt de inwoners niet vervangen en je kunt de eigenaar van het aardgasnetwerk niet vervangen. En waarom dat is, zal ik zo uitleggen. Daar zijn we dan. Dit is even een hele simpele weergave van wat we gaan doen. Daar zit een enorme diepte aan complexiteit achter. Daar gaan we het nu niet over hebben, want daar wordt nog heel erg over geboomd. Maar heel simpel is, we hebben een heel aantal. We hebben een heel grote hoeveelheid productie aan windenergie op en rondom het eiland. De wind waait op de momenten dat ze waait en op het moment dat het niet waait heb je geen energie. Dus wat we willen gaan doen is, één, er komt Greenpoint wil een waterstoffabriek ontwikkelen in de buurt van Stad aan het Haringvliet. Niet in de kern zelf, maar een kern verderop. En daar komt eigenlijk de windenergie binnen uit de windparken in de omgeving en op basis van die energie wordt waterstof, groene waterstof geproduceerd. En die gaat naar een grote opslagleiding. Daarnaast wordt één of twee bestaande windmolens uitgerust met een waterstofproductieunit. En ook die gaan waterstof leveren aan een grote opslag. En vanuit die opslag wordt eigenlijk via het bestaande aardgasleidingennetwerk, want het idee is om ook vanuit het idee, de gedachte van circulariteit, niet weggooien wat je hebt, gekeken of we dat bestaande aardgasnetwerk kunnen gebruiken om de woningen in Stad aan het Haringvliet te voorzien van waterstof in plaats van aardgas. Die woningen die zouden dan allemaal een waterstofketel krijgen. En zeg maar, dat is even heel simpel hoe het in elkaar zit. Ik zit even. Ja, die vraag ga ik wat later beantwoorden. Sorry. Nou zitten er een aantal hele belangrijke opgaven waar we nog mee bezig zijn. Want we zijn er nog niet. Heel simpel. Marktordening, de business case, de verdere uitwerking van het systeemontwerp. Zijn een aantal dingen, maar daarachter zit ook een heleboel regelgeving en regulering die nog niet geregeld is. Waterstof in de gebouwde omgeving was tot voor kort, of eigenlijk is tot op heden geen veel voorkomende situatie. En alle wet en regelgeving met betrekking tot waterstof is geënt op industrie. Nou ja, sorry jongens, ik vind de chat onwijs afleiden, maar ik ga gewoon even door en dan beantwoord ik de vragen zo.
Ja, misschien mag ik ook heel even inbreken, want ik weet dat de spreker Kees Boer wat krap in zijn planning zat. Dus zou je het nu kort willen afronden? En, ja, zeker. Dan gaan we door. Daar zitten dus zaken als leveringszekerheid en hoe we de laatste stap zetten richting aardgas. Maar er zit ook een maatschappelijke vraag aan. En dat is de vraag, welke rol willen de inwoners in het geheel? Hoe zorgen we dat alle inwoners straks, niet alleen de groep die heel erg betrokken is, maar alle inwoners straks een gefundeerde keuze kunnen maken? Hoe krijgen we inzicht in het draagvlak in de kern als zodanig? En hoe verankeren we verduurzaming van de woningen in het proces? Nou, ik kan hier nog dagen over praten, ga ik niet doen. Ik ga het stokje doorgeven aan Kees Boer en dan ga ik in de chat nog wat vragen beantwoorden met jullie permissie. Kees, zit jij klaar? Ik zit klaar. Kijk, alsjeblieft Kees, hij is voor jou. Oké. Kijk. Goedemorgen allemaal, ik ben Kees Boer. Ik werk bij de gemeente Hoogveen. Ik ben daar projectleider voor de Waasselwijk. En mooi dat we hier mogen optreden. Ik blijf het vrij bizar vinden dat we geen rechtstreeks contact hebben, maar ik ga mijn best doen om er wat van te maken. Esther heeft al aangegeven, Hoogveen heeft ook het plan om de aardgasnetwerk dat er nu al ligt opnieuw te gebruiken en in de woningen de aardgas-CV te vervangen door een waterstof-CV-ketel. En ons doel is met ons project een optie toe te voegen aan het palet van verduurzamingsopties voor bestaande wijken. En daar zijn we mee op pad gegaan met een aantal partijen. Dit zijn 22 partijen die voortgekomen zijn uit het open innovatienetwerk HydroGreen. Die gelooft dat de waterstof-economie in Noorden of de aardgaseconomie in Noorden overgenomen kan worden door de waterstof-economie. En die waren op zoek naar pilots. En samen met deze partij hebben we subsidie aangevraagd bij de RVO. En hebben we een plan gemaakt om bestaande aardgaswijk in Nederland om te zetten naar waterstof. De kern van het project is eigenlijk heel eenvoudig. Het realiseren van een waterstofdistributienetwerk. We beginnen eerst met lokale aanvoer en opslag. Dan sluiten we 100 nieuwbouwwoningen aan. En vervolgens gaan we de weg over, dat laat ik zo zien. En gaan we ruim 400 woningen in de bestaande wijk Erflanden omzetten naar waterstof. Omdat we in een pre-competitieve fase zitten, en dat geldt eigenlijk voor heel veel waterstoftoepassingen, zijn we nu bezig met het aanbesteden van een waterstof-CV-ketel om te zorgen dat die dingen ook beschikbaar zijn straks. Dit is de locatie, Hoogeveen in Drenthe, 55.000 inwoners, een van de vier grote steden van Drenthe. Jullie mogen lachen, maar zo is het wel. En dit is de A28 die van Meppel naar Groningen loopt. Dit is de grens van de bebouwde kom. Met hier de wijk Erflanden, gebouwd zo rond 2000 en later. Hier ligt de nieuwbouwwijk die we willen gaan aansluiten. En hier ligt een NAM-locatie, de NAM-locatie Ten Aarlo. Daar wordt het gas wat naar boven wordt gehaald in Overijssel en Drenthe wordt daar gereinigd voordat het naar de gasunie gaat. En hier willen we de opslag vormgeven. En vervolgens naar de nieuwbouw en vervolgens naar de bestaande stad. Hier hebben we een aantal fases voor. We gaan eerst aanvoeren. En dan gaat het via een gasonderstation naar het lokale distributienetwerk. En we proberen hier zoveel mogelijk alle aspecten van aardgas zoveel mogelijk te volgen. Dus het zijn exact dezelfde drukken, behalve bij de aanvoer dan. Maar vanaf het gasonderstation zijn de drukken vergelijkbaar met een aardgasdistributienetwerk. Als de volumes te groot worden, dan gaan we ook lokaal produceren met zon. Wind mag nog niet in Drenthe of heel beperkt.
En die lokale productie kunnen we meteen gebruiken om het elektriciteitsnetwerk te balanceren, omdat het elektriciteitsnetwerk nu propvol zit met duurzame energie. Daar kan niks meer bij. En als de volumes verder nog groter worden, dan gaan we aansluiten op de backbone van de GasUnie, waar Ronald het zojuist al over had. Nou, dit is de woningfasering. Dus we beginnen eerst hier met het aanleggen van het netwerk. Dan gaan we naar de nieuwbouw en dan gaan we stap voor stap de wijk in. Dat doen we heel geleidelijk om ook tijdens de fases te leren. Bijvoorbeeld hoe lang duurt het om het netwerk in de straat om te zetten van aardgas naar waterstof. En ook hoe lang duurt het om een woning om te bouwen. Er liggen allemaal ringstructuren van aardgas hierin. Dus we kunnen prima het geleidelijk aan oprollen zonder dat de mensen die nog niet over zijn gegaan zonder aardgas komen te zitten. Nou, wat moet er nou in het huis gebeuren? Ja, eigenlijk is het een soort van plug-and-play situatie, heel simpel gezegd. We vervangen dus de cv-ketel door een waterstof-cv-ketel. Dat is net zo'n lelijk ding als het nu is. Precies hetzelfde apparaat, hetzelfde formaat en alleen met een andere brander en een aansturing en dergelijke. We moeten de gasmeter en de huisdrukregelaar vervangen. We zullen dichtheidsproeven doen of hetzij de hele binnenleiding tussen de ketel en de meter vervangen. En dan kijken we naar de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die we nu aan het ontdekken zijn. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een waterstofsensor. We gaan over naar de inductiekoker. Dat betekent dat alle gastoestellen ook moeten worden vervangen en dat de meterkast daarvoor moet worden aangepast. Wat hebben we gedaan aan draagvlak? We hebben een andere situatie dan bij stad. Wij zijn echt vanuit het demonstratieproject hebben we het aangevlogen. Dus eigenlijk vanuit de techniek. En eigenlijk is alles wel op zijn plaats gevallen. Maar goed, dan heb je natuurlijk een ander uitgangspunt bij het verkrijgen van draagvlak. Nou, we hebben samen met de Hans Hogeschool draagvlakonderzoek gedaan. Nou ja, daar kun je van alles van zeggen, maar daar komen de gebruikelijke dingen uit naar voren. Dus zorgvuldige communicatie enzovoort. Er is een scriptje geschreven over hoe je draagvlak voor de waterstof verder kan vergroten. Die jongen heeft er een 10 voor gekregen. Dus dat is een goede scriptie geweest. We hebben een inloopavond gehad die uitermate goed bezocht is. Meestal komen er vrij weinig mensen op af. Hier kwamen er, hadden mensen, 180 mensen zich aangemeld, maar er kwamen er uiteindelijk 400. En dat was druk en was een enorme bus in de zin van dat mensen elkaar ontmoeten en belangrijk vinden om bij te dragen aan de energietransitie, maar toch nog wel heel veel vragen hebben. Dat was eigenlijk de sfeer. Daar hebben we ook een kaart neergelegd waar mensen dus hun mening konden geven. Nou, het is natuurlijk veel te klein, maar er stond in ieder geval bij dat mensen het te druk vonden. Dat vonden wij ook. Maar ja, we hebben op die inloopavond stond ook een aantal bewoners. Die hebben een bewonersraad opgericht. Die als zeg maar een voorportaal van de bewoners dient en die onafhankelijk is. Die is opgezet met de steun van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe voor de governance. We werken hier ook op samen met Stad in het Haringvliet. De bewoners van de stad zijn al een keer langs geweest in Hoogeveen. En de bewoners zijn ook na betrokken geweest bij het aanvragen van een proeftuin aardgasvrije wijk. En daar kom ik zo nog op terug. Nou, we hebben een website die beter kan, maar daar staan in ieder geval de frequent asked questions op. Omdat waterstof niet geïsoleerd alleen maar door de eindgebruiker bepaald wordt, of we dat kunnen toepassen, hebben we ook gezocht naar bestuurlijk draagvlak. Dit plaatje hebben jullie al eerder gezien, dit is een magneettafel. Die hebben we gebruikt om met die 22 partners binnenlandse zaken en economische zaken bij te praten op de NAM-locatie hier. Het was een hele leuke bijeenkomst. Je kunt hier omheen staan met allerlei magneetjes om te bouwen aan het waterstofsysteem. Dat is heel goed ontvangen. Dit is de koning
bij de magneettafel bij de opening van Haistok, de waterstoffabriek van de Gasunie. Dus die heeft het ook al gezien, dus hij zegent hier de plannen. We hebben een position paper gemaakt en hier die hebben we besproken met de wethouder bij programmadirecteur Aardgas Vrije Wijken. Om ook draagvlak te zoeken voor de tweede tranche. Jos van Dalen, die programmadirecteur, hebben we ook nog uitgenodigd op Entrance. Waar onze waterstofketels ook getest worden. En dit was het placement die we daarvoor hebben gemaakt. Hier heeft hij dus van gegeten, dat zeg ik altijd. Daarnaast doen we nog andere aaibare dingen. Dit is voortgekomen uit de Summer School met IMW. Het ging over veilige waterstofhuizen. Dat was een idee om een glazen huis te maken met waterstoftoepassing. Om mensen te laten zien hoe het werkt, om draagvlak te krijgen. En dat is verwoorden naar een waterstof tiny house. Volgende week start de bouw. En daar gaan we ook nog mee op tournee door de regio om draagvlak te zoeken voor waterstof. Kinderen weer te interesseren voor techniek en lokale bedrijfsleven te helpen om de kansen rond waterstof te benutten. De samenwerking met Stad, maar ook onze inspanningen hebben geleid tot dat we ook genoemd zijn als kansrijke proefprojecten in de kabinetsvisie rond waterstof. Dat is wel iets om trots te zijn, denk ik. En dat heeft ook geleid tot uiteindelijk de honorering van de proeftuin aanvragen van Stad en van Hoogeveen. De waterstofse veeketel, waarom is die nou zo interessant? Het bizarre is natuurlijk dat 70% of 90% van Nederland heeft een hoogrendementsketel in huis hangen. Dit is een bekend product, totaal doorontwikkeld. Bekend bij installateurs, geeft direct warmte. En een vervanging daarvan is best interessant als een optie voor een deel van de woningvoorraad in Nederland. Waterstof-CV-ketel heeft geen koolmonoxide. Daar gaan nog een hoop mensen aan dood in Europa. Geen CO2-uitstoot en blijkt ook zeer laag in de NOx-uitstoot te zijn. En wat heel bijzonder is. We hebben drie ketels getest op Entrance bij de Hans Hogeschool. Hier zie je echt dat papieren projecten minder waard zijn dan echt te doen. Omdat we echt ter plekke heel veel hebben geleerd. Ook over de eigenschappen van waterstof. En dit heeft een hele waardevolle input gegeven voor de doorontwikkeling van de ketel. BK heeft samen met DVGL een white paper geschreven over het onderzoek dat ze hebben gedaan. En ook de verrassing dat ondanks de hogere vlamtemperatuur er een lage NOx-temperatuur of een lage NOx-uitstoot was. Dus dat hebben ze technisch aardig onder controle. Even kijken, ik zie geen voorzitter. Hoeveel tijd heb ik nog? Oké. Okay. We zijn bijna bij 12 uur, maar voor de mensen die gewoon nog willen blijven kijken, kunnen we nog even kort doorgaan en ook vragen beantwoorden. Maar ik weet niet hoeveel tijd jij zelf nog hebt. Ik kan wel iets tijd maken. Dan ga ik even snel doorheen nog. We hebben een... dit is natuurlijk verworden tot een kleine brei. We hebben een maatschappelijke kostenbatenanalyse gedaan, een indicatieve in het project en als spin-off van het project een volledige. De volledige kostenbatenanalyse is 400 pagina's. Dat geeft al aan hoe complex de situatie in Nederland is. Maar hier staat eigenlijk de hoofdconclusie. En daar kun je zien dat de goedkoopste optie is groen gas, omdat je daar niks hoeft te doen in huis. En dat waterstof een heel aantrekkelijk alternatief is. En dat zit met name in de lage investering die in huis gedaan moet worden. Omdat waterstof echt een mooi groen alternatief is. Met een behoorlijk veel comfort voor de bewoners. Omdat je eigenlijk weinig hoeft te veranderen aan je huis.
Nou ja, hier ga ik even doorheen. Nou ja, goed, in ieder geval helder is dat alle duurzame energie duurder is dan fossiel. Die heb ik al over gehad. Nou ja, die aanbevelingsstrategie die zegt eigenlijk, neem maatstof nou mee straks als mogelijke optie en maak per wijk een afweging. Overigens kan die afweging ook gebeuren op basis van de meest logische en maatschappelijk betaalbare energiemix in een bepaalde regio of zelfs op landelijk schaalniveau. Wat zijn de conclusies uit het project? Nou, wij zeggen van met de huidige stand van techniek is het prima mogelijk om een veilige waterstofwijk te maken. Dat het perspectief van de kostenreductie van de productie en daarmee ook de prijs van waterstof gunstig is. En dat het op termijn echt tegen acceptabele maatschappelijke kosten betaald kan worden. Nou, de beschikbaarheid van groene waterstof is natuurlijk heel belangrijk. Daar zijn natuurlijk enorme discussies over. Roland gaf het ook al aan. Eigenlijk is de eerste die het kan betalen is het transport, dan de gebouwde omgeving. Wij als consument betalen al heel veel voor de energie. En dan de industrie, dus dat is wel het interessante. Maar het interessante ook van waterstof is dat het lokaal geproduceerd kan worden. Dus dat de beschikbaarheid op landelijk niveau wat minder relevant is dan de beschikbaarheid op regionaal niveau. Maar goed, daar kun je van alles over vinden. Wij denken dat waterstof een mooie transitie groene brandstof is, omdat het isoleren van een oud huis kan heel duur zijn, terwijl het overgaan op groene waterstof beperkte kosten met zich meeneemt. Maar dat laat onverlet dat je op termijn nog je gasgebruik kan reduceren door te isoleren. Dus dit is in onze ogen een mooie transitie variant. Dan onze aanbeveling is, en dat is eigenlijk wat Stad ook doet en wat wij ook doen. Ja, je kunt op je gat blijven zitten, maar dan leer je niks. Doen betekent echt leren. En het is echt belangrijk om, als je wilt opschalen op termijn, dat je dat ook, dat je ook nu proefprojecten gaat doen. Ja, dat heb ik aangepast. De integraliteit van de projectaanpak. Dit was een hele interessante aanpak, omdat we ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheidsinstellingen, netwerkbeheerders hadden. Dat heeft echt een integrale oplossing gegeven. We hebben gekeken naar de veiligheid, naar de technische uitvoerbaarheid en ook naar de juridische aspecten en naar de draagbare aspecten. We hebben ook gezien dat de zonderheid over de toepassing van de Nederlandse regelgeving, dat wij dat eigenlijk niet zo delen. Er is best veel ruimte, maar er zitten ook grenzen aan, dat realiseren we ook. Maar we hebben wel gezien dat het best wel veel kan. Nou, en hier had ik het al eerder over. Waterstof is een interessante maatschappelijke discussie in Nederland. Even kijken, de uitvoering. Nou, omdat het allemaal nog niet te betalen is, zijn we afhankelijk van subsidie. We hebben RVO-subsidie gehad. Dat is een belangrijke drager geweest voor het verkrijgen van de rest van de subsidie. We zijn onderdeel van Hydrogen Valley, net zoals de GasUnie. Dat is een Europees project om een hele keten in de regio van waterstof te ondersteunen. Van opwek tot productie, het gebruik in industrie, het transport en de gebouwde omgeving. We hebben co-financiering bijna binnen van de provincie Drenthe. GS heeft al ja gezegd, provinciale staten moet ook ja zeggen. En we hebben 4,4 miljoen gekregen vanuit het programma Aardgaswijken voor. Oh, hier staat uitslag verwacht begin oktober, die is binnen. Ik dacht dat ik die verwijderd had. Waar we die 400 woningen in de bestaande wijk kunnen omzetten. En we hebben ook nog geld gekregen om het waterstoftrainingshuis te maken. We hebben een intentieovereenkomst met een aantal partijen, waaronder de GasUnie en de lokale netwerkbeheerder. En daar zijn we nu bezig met het afronden van het systeemontwerp, maar ook met het bepalen van de risicoafstanden rond de opslaglocatie. We zijn bezig met het
benaderen van ontbrekende partijen. Dat heeft te maken met het feit dat gas, waterstofgas niet bestaat in de gaswet. Dus we moeten alle afspraken die in de gaswet verankerd zitten opnieuw maken met verschillende partijen. We zijn nu nog op zoek, althans die hebben we wel gevonden, maar daar moeten we nog afspraken over maken, bijvoorbeeld voor een partij voor transport en opslag. En voor de partij die zeg maar als makelaar gaat dienen om de energie ook te verkopen aan de consument. Nou, en daarvoor zijn we aan toewerken naar de investeringsbeslissing. En na de zomer van 2021 zullen we gaan beginnen met bouwerij maken en met het aanleggen van het waterstofdistributiesysteem. Dat er overigens net zo uitziet als een aardgasdistributiesysteem, omdat we het bewijs willen leveren dat je de bestaande leidingnetwerk kunt gebruiken. Nou, er moet wel nog wat gebeuren, dus we doen botsproeven. Dat zijn een soort van pro forma vergunningen aanvragen. En een van de belangrijke is om aan te tonen dat conform het bouwbesluit dat een waterstofbinneninstallatie gelijkwaardig is aan die van aardgas. En met name die op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van energiezuinigheid, bruikbaarheid en volksgezondheid. We zijn dus al de NEN-normen voor het hele systeem aan het nagaan en aan het kijken van of daar onderzoek naar gedaan is, of gebeurt, of aanvullend onderzoek is. En op basis daarvan gaan we beschrijven hoe wij denken en hoe we onderbouwd dat ontbouwd hebben, hoe een waterstofinstallatie dus die gelijkwaardigheid kan doorstaan. Dat doen we met de netwerkbeheerder, met DNVGL en de veiligheidsregio's. Dus. Hier heb ik al aangegeven, we zijn nu druk bezig met het voorbereiden van een Europese aanbesteding. Om die ketel ook geleverd te krijgen voor die nieuwbouw, want die moet ergens in 2022 ook beschikbaar zijn. Alle ketelfabrikanten die roepen we kunnen er een leveren, maar dat weten we niet zeker. Dus we moeten echt deze stap gaan doen. Een beetje oneigenlijk voor een gemeente. We zijn bezig met het oprichten van een serviceverlener die de cv-binneninstallatie in deze innovatiefase in eigendom krijgt. Om te zorgen dat bewoners worden ontzorgd, geen last hebben van kinderziektes. En dat deze fase ook superveilig doorlopen wordt. Dus dat we zeker weten dat het goed wordt aangelegd, wordt beheerd en onthouden. Nou, de proeftuin aardgasvrij heb ik al aangegeven. Daar hebben we ruim een jaar voorbereidingstijd. En dan gaan we de draagvlak verder opbouwen samen met de bewoners. We gaan een modelwoning aankopen. Zorg dat de projectleider ook, of de bewoners ook een eigen projectleider krijgen. We zorgen voor onder andere een waterstofopleiding voor installateurs bij de lokale ROC. Volgens mij is dit het laatste. Samen met Stad zijn we al een tijdje bezig met de Green Deal besprekingen met het Rijk. En die deal richt zich op om alle belemmeringen die we tegenkomen bij de proefprojecten, om die te proberen op te lossen in de tijdelijke situatie. En als ruil daarvan kunnen we met onze proefprojecten ook input leveren voor het aanpassen van regelgeving en dergelijke. Voor een permanente verankering van waterstof in de wetgeving, zodat je ook kunt opschalen. Dit was mijn verhaal. Dankjewel, Kees. Sorry. Ik was even afgeleid, want we zijn natuurlijk al bijna aan het eind van de presentatie, maar we hebben nog wat mensen aan boord. Jij in ieder geval, dank. Je hebt heel veel vragen die werden gesteld ook al later in je presentatie beantwoord. Nou, mooi. Dus als jij afscheid wil nemen, dan mag dat. Oké. Ik kan aan Roland nog vragen, hè? De veiligheid van de leidingen, die werd ook bevraagd. En ik hoorde Kees al iets zeggen over een sensor in huis. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Want ja, moeten nou al die leidingen vervangen worden of niet? Nou, het doel is dat je... Ik hoor mezelf in een echo even bij iemand. Het doel is dat we de bestaande infrastructuur kunnen gaan hergebruiken voor waterstof. Er zijn diverse onderzoeken naar gedaan of dat op een veilige en betrouwbare manier kan. En die onderzoeken tonen allemaal aan dat het geval is. Er zijn op sommige vlakken wel bepaalde aanpassingen in die infrastructuur nodig. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld zachte delen van afsluiters,
dat soort zaken. Maar veiligheid is een heel belangrijk onderwerp. Waterstof is natuurlijk gewoon een gas en we hebben heel veel ervaring met gas, aardgas. Het gedraagt zich wat anders. Dus we zijn ervan overtuigd dat het op een veilige manier kan. En er zijn ook al een aantal proeven gedaan en ook nog lopende om dat aan te tonen. Oké, dankjewel. Ik zie Kees Boer nog zitten. Ik vroeg me ook af, hè, jullie willen in 2021 met de nieuwbouw beginnen. Wordt het al verkocht, zeg maar, de huizen, en hoe reageert dan de markt? De huizen staan nog niet te koop. Bestemmingsplan moet rond de zomer opgesteld zijn. Maar goed, daarna beginnen we met bouwrijp maken. En dan moeten we ook even beginnen met het aanleggen van het distributiesysteem. Er is veel belangstelling voor de wijk. Het is ook een bijzondere wijk. Een landschappelijke wijk met erven met 12 woningen. Waarbij je bewoner ook eigenaar wordt van je eigen buurtje. En ja, eigenlijk kun je zeggen dat mensen die zeggen van we willen een mooi huis en het dondert er niet toe hoe het verwarmd wordt. Dat is eigenlijk de ervaring van ons. Ja. En even over die veiligheid, daarom bleef ik even hangen. Kijk, wat we aan het doen zijn in die botsproeven, is om alle informatie die beschikbaar is in Nederland, om die in te zetten, om te laten zien dat het veilig is. Maar ook bijvoorbeeld samen met IFV, maar ook met de veiligheidsregio's, te kijken van welke aanvullende maatregelen moeten we nu in de woning nemen. En er zijn al voor deze fase, maar ook misschien voor de permanente fase, als het ingeburgerd is, om het veilig te maken. En dus we krijgen straks een situatie dat we zeggen, ja, het kan veilig. En dan moet je deze maatregelen nemen die soms anders zijn ten opzichte van aardgas. En dat kan bijvoorbeeld extra ventilatie zijn in de cv-ruimte, of waterstofdetectie, of dat je verplicht stelt dat je een ononderbroken leiding moet hebben tussen je meter en je cv-kast. Ja. Kees, ik zie nog een vraag die heel veel gesteld wordt over Hoogeveen. Dat gaat erom van waarom zou je een nieuwbouwwoning gaan voorzien van waterstof? En die kun je toch all-electric doen? Ja. Kun je nog even de verklaring daarachter geven? Jullie kennen allemaal Ad van Wijk wel, de waterstofgoeroe. Waarschijnlijk mis ik nou een deel van zijn speech. ik ben altijd een paar keer tegengekomen bij presentaties. En in het begin zei hij tegen mij van, het slaat echt helemaal nergens op, Kees, wat jullie nou doen met die nieuwbouw. Want die kun je prima all electric. En 3 maanden later kwam ik het tegen. En toen zei hij, Kees, ik moet mijn woorden terugnemen. Ik vind het echt briljant wat jullie doen. Want wij weten ook dat dit niet de beste oplossing is voor een nieuwbouwwoning. Maar we weten ook dat in Nederland het heel lastig is om achter de voordeur te komen en op een grotere schaal te laten zien dat waterstoftoepassing kan. Dus wij hebben eigenlijk een wat rare route om te bewijzen dat je de bestaande voorraad om kan zetten met waterstof, met het hergebruik van je bestaande aardgasnetwerk. Want wat wij doen, is we leggen een retrofit systeem aan. Dus dat zijn leidingen die onder de grond liggen straks in die nieuwbouwwijk, die precies hetzelfde zijn als in de naastgelegen wijk. En we laten dus op grote schaal zien, nou ja, 100 woningen, relatief grote schaal, dat het veilig kan, dat het technisch kan en dat het comfortabel is om de sprong te kunnen maken naar de betaalde voorraad. Want daar ligt het uiteindelijk het doel, want daar ligt de opgave in Nederland. En dus het is een beetje een rare route. En dus ja, het is raar, daar zijn we het mee eens. Maar we doen het vanuit het doel om een slag te kunnen maken om een extra optie aan het palet van verduurzaamheid mogelijkheden in Nederland toe te voegen. Ja, en er zijn twee kanten aan het verhaal. Hè. Je hebt bewoners die een nieuwbouwwoning kopen, die bewust kiezen voor het feit dat die met waterstof verwarmd wordt op deze manier. En je hebt de kans om die woningen zodanig te ontwerpen dat je ook zeker weet dat je in die eerste startfase dat op een veilige en goede manier kan doen. En zo de opstap te maken naar de bestaande wijk. Dus dat is wel goed om even toe te lichten. Dan krijg ik die vraag heel vaak. En ik zag in jouw staartje, Kees, dat de hybride oplossing, hè, met toch ook nog een warmtepomp aan boord, dat nog gunstiger was dan een solo waterstofoplossing. Wordt dat nu ook al in die eerste plannen ingebracht? Of wil je echt puur eerst kijken wat je met een volledige waterstofinstallatie kunt doen? Nou ja, die hybride oplossing zou die nieuwbouw helemaal over dan zijn. Dus die hybride oplossing zit er nadrukkelijk in het verhaal. Omdat je uiteindelijk wil je natuurlijk ook zoveel mogelijk energiegebruik reduceren en je gasgebruik reduceren.
En ja, we hebben daar wat aannames voor gedaan dat in de projectperiode, zeg maar tot 2028, dat ongeveer een vijfde van de mensen bij de omzetting van naar waterstof ook gebruik gaat maken van een hybride oplossing. Oké, even er nog over naar Esther. Wat was bij jullie de termijn en hoe past deze plannen nu in de rest? Hè? Want die moet je daar. Ik moet mij echt excuseren. Bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel, Kees. Dankjewel, Kees. Jo, Kees. Je vraag is eigenlijk van wat zijn onze termijnen en hoe passen die binnen de ontwikkeling van de rest? Ja, en de warmte-transitievisie, hè? Want die moet zijn natuurlijk ook op tafel. Ja, dat is een goeie. Dat is ook best wel een hele forse vraag. De termijn waar we nu naartoe werken in Stad Haringvliet is de overstap in de zomer van 2025. Dat is een soort, die datum die is genoemd, dat is waar we de planning zo goed mogelijk op afstemmen. Dat geeft ons ook na 2025 tot 2030 de termijn waarop men zegt van god, daar op die termijn zou het interessant kunnen worden om breder te gaan kijken naar waterstof als oplossing voor een deel van de woningvoorraad. Dat geeft ook nog 5 jaar om te kijken hoe werkt dit nou in de praktijk. Want we kunnen het allemaal wel heel mooi afleveren en maken. En dan zul je altijd zien dat de praktijk gekker is dan we van tevoren hadden kunnen bedenken. Dus dat zit ook nadrukkelijk in de plannen. De termijn voor de transitievisie warmte, die moeten we eind van dit jaar opleveren. Net als heel veel andere gemeenten. Wat wij zien is dat zolang doorzettingsmacht of het verplicht afsluiten of het verplichten van de overstap richting inwoners, zul je heel zwaar in moeten zetten. Zolang dat niet geregeld is, zul je heel zwaar in moeten zetten op draagvlak. En op het moment dat je draagvlak, en dat vond ik een hele mooie van Timo, effect is kwaliteit versus acceptatie. En die acceptatie moet er zijn bij de zakelijke partijen. Maar die acceptatie moet er zeker ook zijn bij de inwoners die maatregelen mede uit moeten gaan voeren in hun eigen woning. En zolang dat niet geregeld is, is het heel erg lastig om concrete plannen te maken. Of in ieder geval de stap van visie naar uitvoeringsplannen te maken. Dus wij gaan wel een visie opleveren, maar daar gaan we wellicht heel beperkt uitspraken in doen over wat en waar. De rest moet dit voorjaar opgeleverd worden. Daar wordt ook dit project in vrij globale bewoordingen opgenomen. Alle documenten moeten over 2 jaar geüpdate worden. De transitievisie, de warmte over 5 jaar. Dus we gaan ervan uit dat we op dat moment een hele stap genomen hebben. En dat het ook we zien dat echt als een groeiproces. Dus dat de transitievisie over 5 jaar en de rest over 2 jaar zullen veel volwassener documenten zijn dan we op dit moment kunnen aanleveren. Ja. Oké, dankjewel tot zover voor waterstof. Dan heb ik voor Arjan nog een vraag. In ieder geval bedankt Esther en ook Ronald van de gasten. We hebben nog steeds meer dan 50 luisteraars aan boord. En bij Arjan waren natuurlijk ook erg veel vragen, met name ook over de belasting van de huisinstallatie en van het net. Als we ineens die warm water of de tapwateroplossingen elektrisch gaan uitvoeren. Hoe kan je daar nog op ingaan? Ja, wil ik nog wel even op ingaan. Het punt is bij de huisaansluiting, normale huisaansluiting heb je 1x40 of 1x80. En dat kun je om laten zetten tot 3x25 ampère. Dan betaal je nog gewoon normale vastrecht. Dus iets van €250. Je betaalt dan wel voor de aansluiting dat ze 2 stoppen komen indraaien. €250 eenmalig. Dan heb je 3x25 ampère. Daar kun je de doorstroom, die is 3x16 ampère, 11 kilowatt. Maar die heeft maar een beperkte tijd per dag nodig. En daarnaast heb je verwarming. Dus dat kun je, wanneer er erg veel elektrische verwarming is, zou je dat met een schakeling in de meterkast, zou je die af kunnen koppelen wanneer de doorstromer aangaat. Maar ik heb zelf nou de doorstromer ook en ik heb gewoon een normale huis. Dat kan allemaal gewoon draaiende blijven, want de meterkast is ook wel weer vrij flexibel. Dus daar hoeven niet zoveel inspanningen voor gedaan te worden.
Enkel de meterkast moet natuurlijk wel aangepast worden. Je hebt een krachtstroomgroep nodig. 9 van de 10 keer. We hebben het over oudere huizen, want we hebben het over een transitie. Als we naar Zwolle kijken, dan moet die meterkast toch wel aangepast worden. 9 van de 10 keer zitten er 2 of 3 stopjes. Misschien eens een keer nog alle automaatjes, maar dan zijn het er nog maar 5 groepjes. Je moet de keuken moet je op inductie, dus er moet ook een nieuwe groep voor gemaakt worden. Dus die kosten zijn relatief laag. En dan kun je met die 3x25 hoef je dus geen zwaardere aansluiting. Dat was ook een van die vragen, dacht ik even snel te zien. Die zal ik nog wel beantwoorden straks. Via jullie, via Duurzaam Gebouwd, krijgen de vragenstellers hun antwoord. Dan hoef je niet die €700 extra te betalen. Maar zelfs dan heb je voor die €700 heb je nog geen warmtepompinstallatie. Dus het is ten alle tijde gunstiger om all electric te gaan. Want dat kun je morgen doen. Als ik nu alle sprekers horende, dan duurt het nog even voordat we de waterstof uiteindelijk door hebben. Het duurt het nog even voordat het allemaal geregeld is. En dan denk ik van ja, we moeten nu al beginnen. We praten er al heel lang over. En Arjan Lubach kwam straks ook nog even voorbij. Maar die heeft dus een rapport aangehaald. Dat is al van mei 2018. En daar wordt keurig in beschreven hoe wij die transitie, de energielabels, we kunnen van G naar C sneller doen als van C naar A. En ik denk dat we, en daar staat ook de hoeveelheden woningen, hoeveelheden woningen staan erbij. Dus ik denk dat we daar sneller meters mee kunnen maken. Oké, dankjewel Arjan. We zouden nog heel lang door kunnen gaan, maar omwille van ons programma en we zitten denk ik al, 20 minuten over tijd. En we kunnen ook de hele middag doorgaan met al deze mooie onderwerpen. Maar gelukkig blijft dit een onderwerp wat niet alleen ons, maar ook de buitenwereld boeit. En zullen we elkaar ongetwijfeld nog een keer terugzien over of aardgas of warm tapwater met een doorstromertje. Okay, jullie heel hartelijk bedankt en ook alle kijkers, we zaten boven de 100 en daarvan is de helft nog aanwezig. Namens Duurzaam Gebouwd, mijn naam is Isbrand Visser en nemen we afscheid van u. We gaan binnenkort een verslag hiervan op onze website publiceren en zullen ook daarin de sheets meegeven. En de sprekers zullen proberen ook uw vragen nog te beantwoorden zover dat nog nodig is. Hartelijk dank. Ik zie u graag een volgende keer bij een webinar van Duurzaam Gebouwd. Ja, en een goede middag en houd warm. Eens gelijks. Graag gedaan. Tot ziens. Graag gedaan. Dag. Dag. Oké.